Goedenavond, iedereen die hier aanwezig is. Het lijkt wat uitgedund, maar hiernaast is een parallele O-ronde en daar zit het andere deel van de gemeenteraad. Even goed van harte welkom. Ik open de vergadering. Er zijn geen mededelingen tenzij er vanuit de raad nog mededelingen zijn nu. Niet het geval. Dan zijn we meteen bij agendapunt 2, dat is vaststelling van de agenda. Kan de agenda op deze manier worden afgehandeld of zijn daar wijzigingen op? Geen wijzigingen. Dan zijn we bij punt 3, het spreekrecht. We hebben vanavond één inspreker en dat is mevrouw Schaup. En die komt inspreken over duurzaam afvalbeheer. Ik wil mevrouw Schaup graag vragen om bij het sprekersstoel te plaats te nemen. Gaat u aan? Ja. Goedenavond, ik ben Schaup uit Kloosterhaar. Oktober 2014 doet de gemeente in samenwerking met Rova een oproep om mee te doen met een project. 100 gezinnen, 100 dagen, 100% zonder afval. Nou, dat kan niet. Dus ik geef mij op. En ik word nog uitgeselecteerd ook om mee te doen. Op de voorlichtingsbijeenkomst voor de deelnemers in november 2014 in deze zaal moet mevrouw Spanbroek van de Rova haar opmerking: u met z'n allen zijn een doorsnee van de Hardenbergse bevolking, dat moet ze inslikken, want we zijn toch een uitgeselecteerd groepje. Dan krijgen we te horen: plastic, blik, drinkkartons, alles dat door de wc kan, is geen afval. Ja hoor eens, zo kan ik het ook. Om de actie erg legitiem te maken, doen er wel 2 universiteiten mee aan dit project. Welke wordt niet vermeld? Dat krijg ik pas na een paar keer schriftelijk aandringen te horen. Op mijn vraag hoe gaat u dit project benaderen, is het een werkstuk voor een groep eerstejaars, wordt er een afstudeerscriptie gedaan of is het een opdracht voor een promovendus? Daar krijg ik geen antwoord op. Op welke waarde moet ik dan de uitslagen van de enquêtes interpreteren? Met mevrouw van der Werf van de Universiteit Groningen heb ik geschreven dat sommige vragen in de ons voorgelegde enquêtes echt niet deugden. En dat moest zij beamen. Om bestuurlijke acties legitiem te maken, worden we overspoeld met onderzoeksrapporten. Met ons duurbetaalde geld de uitslag vaak voorspelbaar naar de zin van de bedenkers van de ideeën. Een heel leuk artikel heeft mevrouw Annemarie van Gaal vorige week in de Telegraaf daarover geschreven. Van de 100 actie heb ik heel veel over afval geleerd. In de eerste plaats, afval bestaat niet. Afval is een grondstof waarin gehandeld wordt. Ook restafval is een grondstof. Ook restafval levert geld op, net als het plastic en het GFT. Wij burgers leveren gesorteerd afval, faciliteren opslagruimte. De verpakkingsindustrie betaalt de plastic verzamelbakken, wie straks de nieuwe containers. En met een afvalcontainer voor plastic bespaart de Rova ook nog eens op personele kosten. Waar blijft onze beloning? Waar blijft het geld dat aan ons afval wordt verdiend? We mogen 2 zakken compost afhalen in Ommen. Heen en terug van Kloosterhaar ruim 32 kilometer. En ik mag voor de buren geen 2 zakken ook meenemen. Wie verzint het? Recycleren, dat is mooi. Maar recycleren is niet per definitie milieuvriendelijk. Uw petfles, die u waarschijnlijk netjes bij het plastic afval dumpt, kunt u beter bij het restafval gooien. Petflessen kosten veel te veel energie om te recycleren. Beter is het om ze als energieleverancier te laten werken in de verbrandingsketel voor de stadsverwarming.
heb heel veel pijn, want ik ben pas geopereerd aan mijn rug. Ik heb moeite met staan, dus sorry als ik een beetje begin te trillen. U meegenomen aardewerken mok voorbij de koffiemachine is minder milieuvriendelijk dan de wegwerpbekertjes gemaakt uit de restverwerking van de rietsuikerindustrie. U mag daar ook gaan zitten. Ja, graag. Ja. Kan ik dat zweet? Ik was bij mijn koffiebekertjes gebleven. Die wegwerpbekertjes die zijn milieuvriendelijker dan uw mok, uw aardewerken mok. Er wordt ook in het verhaal gesteld dat de vuilophaaltarieven bijna gelijk kunnen blijven. Hoezo? We krijgen 100% minder service. Nou, dan is het volgens mij een behoorlijke tariefstijging. In de middeleeuwen kwam er men toch wel zo'n beetje achter dat hygiëne belangrijk was voor de volksgezondheid. Met ons laagfrequent vuilophaalgedoe gaan we dus weer terug naar de middeleeuwen. Ik wil naast mijn huis geen 3 containers voor afvalopslag en al helemaal niet 4 tot 6 weken zo'n ding. Slager Jager bij mij uit de straat, die krijgt daarvoor de Voedsel- en Warenautoriteit op zijn dak. Ik trek al een paar jaar van Drees. Ik heb behoorlijk lichamelijke klachten. Maar ik geef gehoor aan het stimulerende praatje vanuit het gemeentehuis. Ik doe dagelijks mijn verplichte halfuurs wandelingetje. Kan ik makkelijk een zakje meenemen om in een container te gooien? Een zakje. Geen zak. Hoeveel moet ik daar dan voor gaan betalen? Ik moet een pasje krijgen voor een optelsommetje voor wat ik moet gaan betalen. Nee, ik moet een pasje krijgen waarop ik beloningspunten krijg. Een meneer uit Barendrecht verzuchtte 10 februari 2015 al zo. En dat is toch maar weer mooi 37 cent. Toen ik las dat Rova gemeente met plaatselijke belangen om tafel zou gaan zitten, dat was september 2016, heb ik met bovenstaand verhaal contact gezocht met de voorzitter van plaatselijk belang Kloosterhaar. De voorzitter was heel verbaasd. Daar gaat het gesprek helemaal niet over. Het gaat om eventueel een dag te organiseren voor het opruimen in de openbare ruimte. Ik zou de verslagen van de gesprekken met de plaatselijke belangen wel eens willen zien. Omgekeerd afval inzamelen, duurzaamheid. Het zijn mooie kreten om jezelf voor de gek te houden. Om vooral te zorgen dat je een excuus hebt om de problemen bij de bron niet aan te pakken. We zijn al lang zover als die bacteriekolonie op een agarbodem in een petrischaal. Ik hoorde dit tot mijn grote verbazing bij Vroege Vogels afgelopen zondag op de radio. Dat ook iemand zeggen. Eindelijk. En verder ben ik van mening dat de relatie Rova-gemeente een ongezonde is. Dit was mijn verhaaltje. Dank u wel, mevrouw Schoop. Zijn er vragen voor mevrouw Schoop? Meneer Jonkhans, meneer Gelling, meneer Boersma. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel. Ja, mevrouw Schoop, wat ik begrijp, tegen dit voorstel wat er nu op tafel ligt. Mag ik u vragen wat het alternatief is? En ten tweede, ik weet niet precies, ik heb vervolgens niet gehoord, maar ik kan me voorstellen wat er bedoeld wordt met het agar-agar. Maar misschien kunt u dat dan nog even uitleggen wat daar dan mee bedoeld wordt. Ja, het is algemene ontwikkeling van de middelbare school. Wat je krijgt bij biologie. Ja, het spijt me hoor, maar dat is maar voor mij iets... Wat wilt u daarmee zeggen, met dat voorbeeld? Een petrischaal is een glazen schaal waar je een deksel op kan doen die de boel afsluit. Agar-agar, dat is een voedingsbodem. En als je daar maar één tipje van een bacterie op doet,
dan is die binnen de kortste tijd op die ingesloten gemeenschap, zoals de aarde een ingesloten gemeenschap is, heeft hij zich doodgegroeid. Dat is dus de vergelijking die u maakt. Ja, we groeien dood en daar helpt het afvalbeleid niet aan. En wat is dan uw alternatief voor inzameling, omgekeerde inzameling? Ik denk dat we terug moeten naar inderdaad meer keer per week. Net zoals vroeger. Toen hadden we ook vrij veel afval. In de tweede plaats, ik heb geen 4 jaar de tijd gehad om te bestuderen hoe afval tegenwoordig verwerkt moet worden. En nu schijnt voor dit verhaal, schijnt er 2 jaar studie nodig te zijn geweest. Ik denk dat we de boel gewoon aan de burgemeester en wethouders terug moeten geven. En zeggen, ga je huiswerk maar beter doen. En ga bijvoorbeeld eens kijken bij Barendrecht of andere gemeentes waar de burger betaald wordt voor het afval. Dank u wel. Meneer Gelling. Mevrouw Schaap, dank voor uw bijdrage. Dat was volstrekt helder en veel van de vragen die u stelde hier zullen wij ook meenemen. Dat zijn de vragen die mijn fractie heeft. En één ding wat mij wel intrigeerde, u zei toen u deelnam aan het onderzoek en u veel onderzoeksrapporten kreeg, dat u het gevoel had dat hij gestuurd werd naar een bepaalde uitkomst. Kunt u dat nog eens aangeven wat u daar precies bij voelde? Nou, ik kan bijvoorbeeld de laatste enquête van de gemeente meenemen waar je aan kon meedoen. Nou zijn mensen die de krant lezen en dan reageren op een enquête, dat is al een uitgeselecteerde groep. Dat is niet het gemiddelde van de bevolking. Ik heb wat heel spijtig was, die enquête kon je niet downloaden, anders kon je die vragen achteraf nog eens lekker gaan bestuderen, hoe ze in elkaar zaten. Maar er waren bijvoorbeeld vragen over de financiën, die behoorlijk suggestief waren. En hoe kan je nou vragen van de financiën beantwoorden, als wij nog nooit een echt overzicht hebben gehad van wat kost die vuilophaal, wat wordt eraan verdiend en wat steekt de verpakkingsindustrie erin? En vragen als bent u bereid om meer voor de vuilophaal te betalen, dat vind ik rare vragen en sturen in een bepaalde richting. Dank u wel. Meneer Boersma. Mevrouw Schouw, dank u wel. U zei bijna aan het eind van uw verhaal, we moeten problemen bij de bron aanpakken. Ja. Nu gaat het komen en dat kwam niet. Dus kunt u even die zin uitleggen wat u ermee bedoelt? Nou, ik bedoel dus dat wij in onze aardbol waar we in zitten, waar alles, wij drinken nog het water van Karel de Grote, alles komt terug, alles blijft in ons systeem van de aarde. Dat is die bacterie in die petrischaal op die voedingsbodem ook. En wij zitten al op het punt dat het bijna irreversibel is, dat wij ons niet doodgroeien. Dus wat doen wij met groei, groei, groei? Dat staat in volle tegenspraak met een groen... Wat is groen? Ja, ik... wat is groen afvalbeleid? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schoop. U mag weer wat u wil naar huis hier in de zaal gaan zitten. Ja, nee, prima. Zijn wij aangekomen bij punt 4 van de agenda en dat is de notitiebesteding Kleinsma Middelen gemeente Hardenberg. Wie kan ik daarover het woord geven? Alle fracties? Ja. Ik begin bij mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft de notitie met belangstelling gelezen. We zijn over het geheel genomen blij met de voorgestelde inzet van de Kleinsma Middelen. Over een aantal zaken hebben we nog enkele vragen. In de notitie wordt voorgesteld om een collectieve activiteit te organiseren voor de ongeveer 950 kinderen in Hardenberg die in armoede opgroeien, de zogenoemde meedoendag. Onze fractie vraagt zich af of deze openlijke aanpak niet juist de focus op iemands privésituatie legt en de schaamte bij ouders en kinderen daardoor vergroot. Onze ervaring is dat kinderen juist zoveel mogelijk gewoon willen meedoen. Door de meedoendag wordt hun situatie juist benadrukt en verbijzonderd. We zouden hier graag een reactie van de portefeuillehouder op willen hebben. Tevens wordt in de notitie voorgesteld om een lokale stichting Leefgeld op te richten. In hoeverre gaat dat overlappen met onze eigen eurowijzer? De leergeldformule werkt op één punt af van de werkwijze van eurowijzer, namelijk door het financiële vangnet.
Is het niet verstandiger om de gereserveerde 25.000 euro onder te brengen bij Eurowijzer in plaats van een geheel nieuwe organisatie in het leven te roepen? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. En voorzitter, wat de vraag betreft over het collectief meedoen, daar is deze keer dezelfde opvatting mee op koers dan bij de PvdA. Ook wat dat betreft, wat ons betreft, graag een antwoord. Verder heb ik eigenlijk maar één vraag over en dat is, er zijn 213.000 euro beschikbaar aan Kleinsma-middelen. In hoeverre is de gemeente in 2018 of 2019 in staat om aan te geven dat die 213.000 euro ook echt terechtgekomen is bij de arme kinderen? Dat was het. Dank u wel. Frans, ik ben even kwijt. Stak u nou net ook uw vinger op? Ga uw gang. Dank u wel. Inderdaad, ook wij, het klinkt een beetje bot misschien, maar zouden jeuk kunnen krijgen van het woord meedoendag. Ik vind dat kinderen elke dag mee moeten kunnen doen. En ik weet niet in hoeverre dit structureel iets toevoegt aan het welbevinden van kinderen. Dus daar had ik graag een antwoord op. En het tweede is, en dan sluit ik me aan bij de heer Kloekhorst. In hoeverre kunnen wij inzicht krijgen dat de gelden daadwerkelijk terechtkomen bij de kinderen die het hardste nodig hebben? Dank u wel. Meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ook, sluit me ook aan bij de vorige sprekers over de meedoendag. Daar heb ik nog een extra vraag voor. De doelgroep bestaat nu uit plusminus 820 kinderen. Als ik dan het budget van de meedoendag op 80.000 zet, zou dat 100 euro per kind betekenen. Stel dat er maar 25% komt opdagen. Zijn we dan 400 euro per kind kwijt? En wat doen we met die 75% die niet op die meedoendag is geweest? Verder zie ik in het stuk staan dat als de meedoendag een succes wordt, het in 2018 herhaald gaat worden. Let op, meedoendag moet wel een middel zijn en geen doel. En verder wordt er de 110% inkomensgrens, die wordt heel vaak aangehaald. De uitdaging, en dat staat er in het stuk ook wel, in het kader van preventie en voorkomen van erger, zouden we misschien nog meer op maatwerk moeten aansturen. Zit je boven een bepaalde inkomensgrens, dan val je overal buiten. Zorgtoeslag, huurtoeslag en dergelijke. Heeft de wethouder al gedacht hoe hij dit voor deze groep handen en voeten, hoe hij daar handen en voeten aan wil geven? En op landelijk niveau zijn de stichtingen Leergeld, Jeugdsportfonds, die zijn bezig om één portaal te maken. Dat lijkt me een geweldig goed idee. Een tijdje geleden hadden we het erover om zakgeld voor het samen doen teams te verstrekken. Omdat de regelingen zo ingewikkeld zijn. Nou, volgens mij moet het andersom. De regelingen moeten we gewoon eenvoudig maken. Daar ook graag een reactie op. Dank u wel. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik begin even in aansluiting op de vraag van Partij van de Arbeid. Die meedoendag. Dat zijn we het mee eens en dat hebben de andere fracties ook al aangegeven. Want het meest belangrijke voor kinderen is dat ze normaal mogen zijn. En daar willen wij graag ook een reactie op. Wat ons vooral opvalt, en daar hebben we toch wat problemen mee, hoeveel initiatieven er zijn. Allemaal los van elkaar, iedereen met een specifiek doel en heel veel toch ook met overlap. Wat wij te horen hebben gekregen is hoe ongelooflijk vernederend het kan zijn als ouder. Om al die formulieren met bewijslast dat je er recht op zou hebben, moet invullen. En dan maar toch kiest om een andere weg te zoeken. En hoe moeilijk het is om in de woud van allerlei mogelijkheden die er zijn, dan uit te zoeken waar je het beste terecht kunt. Als we dan naar de eenvoudige vorm van toegang gaan zoeken, waarom doen we dit dan nog een keer zo? Ik ben gestart met turven hoeveel initiatieven er zijn. Ik ben bij 9 gestopt. Ik vraag me af of we hier werkelijk de kinderen en de gezinnen met waarde en respect gaan behandelen, zodat ze oprecht mee kunnen doen in de samenleving. Of dat we ze eigenlijk nog meer isoleren. Want we hebben over het armoedebeleid, hebben we hier de wethouder uitvoerig horen vertellen, ook in de kranten, dat het gaat over geestelijke toestand. En volgens mij nemen we met al deze regels de waarde weg
omdat ze bewijzen moeten dat ze ergens recht op zouden hebben, in plaats van dat het er gewoon zou moeten zijn. Ik hoop dat de wethouder daar in enigszins inspirerend antwoord op kan geven, waarin we gaan bundelen in krachten, misschien minder organisaties krijgen, minder regels. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. Kansen voor alle kinderen. Daar gaat het om en daar gaan we voor. Alle kinderen, ongeacht de financiële situatie van het gezin, moeten mee kunnen doen aan sport of culturele activiteiten, met vakantie kunnen gaan, zwemles kunnen volgen. En door het nu demissionaire kabinet is vorig jaar fors ingezet op het bestrijden van armoede onder kinderen door het beschikbaar te stellen van 100 miljoen euro. Voor onze gemeente bijna 214.000 euro. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie staat geheel achter de doelstelling van dit voorstel om kinderen in een financieel zwakkere situatie te ondersteunen. In de notitie die bij dit voorstel is gevoegd, wordt in beeld gebracht op welke wijze de financiële middelen kunnen worden ingezet. En bij enkele onderdelen daarvan wil ik nader stilstaan. Ten eerste, kinderen in beeld krijgen. Naast een goede verdeling van de gelden is het volledig mogelijk in beeld krijgen van de doelgroep minstens zo belangrijk. Het college geeft aan dat zij nog niet alle kinderen die in armoede leven in beeld hebben. Mijn vraag aan de portefeuillehouder is dan ook of er een plan is hoe dit op te pakken. Dan, en het is al eerder genoemd, de organisatie van de meedoendag op 13 en 14 oktober. Hoewel ik het een sympathiek idee vind, vraag ik mij af of de nadelen niet groter zijn dan de voordelen. Ik doel dan op het stigmatiserende effect, het zich schamen die dit met zich mee kan brengen. Het is geen familiebeurs in de evenementenhal waar je langs alle standhouders loopt en wat van je gading meeneemt. De goede bedoelingen ten spijt is het risico wel groot dat het zijn doel voorbij schiet. Want daaraan deelnemen betekent al iets vanwege de financiële positie. Ik kan me voorstellen dat je zoiets liever in stilte en onopgemerkt doet. En dan daarbij nog gevoegd de kosten van 135.000 euro, waarvan 80.000 uit de kleinsma gelden. Meer dan een derde van het bedrag. Voorzitter, nogmaals, hoe sympathiek ook op het eerste gezicht. Ik denk dat het misschien toch wel iets is, en daar hoor ik graag de portefeuillehouder over of dit ook anders zou kunnen. Een alternatief is naar ons idee om op een proactieve wijze iedere jongere uit de doelgroep een voucher van bijvoorbeeld 50 euro te verstrekken, welke naar eigen inzicht kan worden ingezet, overeenkomstig de doeleinden en mogelijkheden van deze regeling. Dan het betrekken van kinderen bij de inzet van deze gelden. Een van de voorwaarden bij de inzet van de gelden. Hoe wordt hier uitvoering aan gegeven? En dan tot slot het aspect communicatie. Het vergroten van het bereik en het tegengaan van niet-gebruik verdient extra aandacht. Aldus een van de voorwaarden. In dat licht bezien vinden wij de communicatieparagraaf wel erg mager en verzoeken de portefeuillehouder om op een brede en eigentijdse wijze meer bekendheid aan deze regeling te geven. En tot slot, voorzitter, wil ik de participatieraad danken voor hun advisering. Dank u wel, meneer Brink. Dank u wel, voorzitter. Het CDA ziet in dit voorstel hoe we als college en raad ons sociale gezicht nog beter kunnen laten zien aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben, waardoor kinderen in de knel dreigen te raken. Simpelweg omdat er geen financiële ruimte is om hen optimaal deel te laten nemen aan de samenleving. Iets wat onze fractie betreft te alle tijden zou moeten. We zijn ook blij met de verruiming van budgetten waarbij de toekenning voor voorzieningen plaatsvindt op basis van het netto besteedbaar inkomen. Dit heeft als resultaat dat meer kinderen gebruik kunnen maken van de diverse regelingen die staan benoemd in het voorstel. Daarnaast hebben we kennis genomen van de adviezen van de participatieraad en in deze adviezen kan onze fractie zich prima vinden. En we zijn dan ook blij dat deze adviezen in het voorstel grotendeels zijn verwerkt. Waar wij ons wel een beetje zorgen over maken is het tijdspanne waarbinnen de participatieraad dit keer advies moest uitbrengen. De participatieraad geeft zelf aan dat dit zeer waarschijnlijk om een incident gaat. En wij horen graag nog even van de portefeuillehouder of dit daadwerkelijk ook zo is. Dan lezen wij op pagina 1 van het voorstel alle kinderen mogen meedoen.
dat de gemeente samen met de jonge inwoners wil monitoren of de middelen ook daadwerkelijk op de juiste plaats terechtkomen. Mijn voorganger, de heer Van der Gampel, refereerde daar zojuist ook aan. En wij zouden graag willen weten of de portefeuillehouder globaal kan aangeven hoe hij dat gaat doen. Hoe komt die monitoring er precies uit te zien? En daarnaast, en daar hoorde ik meerdere fracties over, gaat het vanavond veelvuldig over de meedoendag, die ook staat benoemd in het voorstel. En naast de privacyvraagstukken maken wij ons ook ernstige zorgen over de keuzes die kinderen kunnen maken tijdens zo'n dag. Hoe bewust kun je een keuze maken op één middag voor een sport of voor een natuuractiviteit of voor iets op basis van uiterlijke verzorging tijdens een event? Kan de portefeuillehouder aangeven hoe die meedoendag er ongeveer uit gaat komen te zien? Wij vinden het wat lastig om daar ons een beeld bij te vormen. Dus graag daarover ook een beetje helderheid. En zoals ik al zei, wij maken ons ook wel wat zorgen over de privacy van de mensen die hier gebruik van gaan maken. En dan lezen wij in het voorstel dat er gewerkt wordt aan één portaal voor de stichtingen Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. En dit is om te zorgen dat er geen oerwoud ontstaat aan diverse fondsen. Voorzitter, het lijkt er wel op alsof er in dit voorstel werkelijk aan alles is gedacht. Maar de CDA-fractie wil graag nog een stap verder gaan in het tegengaan van het oerwoud. En stellen voor om de regeling voor wat betreft het jeugdcultuurfonds, om de minimumleeftijd daarvan te verlagen van 6 naar 5 jaar. In een motie die wij hebben ingediend op 12 januari van vorig jaar, dat was 2016, hebben wij al aangegeven dat wij diezelfde leeftijdsverlaging wilden hebben voor het jeugdsportfonds. Dat is destijds doorgevoerd en inmiddels vertaald in beleid. En dit heeft een positieve uitwerking. En wat wij graag zouden willen is om diezelfde leeftijdsverlaging nu door te voeren voor het jeugdcultuurfonds. En wij horen graag wat de portefeuillehouder daarvan vindt. En afhankelijk van de beantwoording van die vraag overwegen wij wellicht om in de raadsvergadering van vanavond nog een amendement in te dienen. Maar daarover wellicht later nog meer. Tot slot dan ook nog even de communicatie. En daar heeft meneer Van der Gampel ook al iets over gezegd. Vinden wij ontzettend belangrijk. Mensen moeten goed en op een laagdrempelige wijze geïnformeerd kunnen worden. Nou, wat ons betreft is daar een samen doen teams zijn daar een onmisbare schakel in. En wij zouden graag zien dat de samen doen teams daar ook uitgebreid aandacht voor hebben in de contactmomenten die zij hebben met de doelgroep. Tot zover in eerste termijn. Dank u wel, meneer Brink. Wil ik de portefeuillehouder vragen? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Kleinsma middelen. Ik denk dat het goed is om ook heel goed even stil te staan bij het doel van de kleinsma middelen. De staatssecretaris heeft gezegd van ik wil meer doen aan kinderen in armoede. Ik strek daarvoor structureel 100 miljoen uit de komende jaren. En gemeente, u gaat zelf daar de invulling voor bepalen. Maar dat doet u wel onder een aantal condities. Dat zijn we natuurlijk gewend van het ministerie. 0 tot 18... In natura, versterken van aanvullend en bestaand beleid, vergroot het bereik en betrekt vooral de kinderen en ouders en verzorgers bij de totstandkoming, bij de invulling van die middelen. En ga samenwerken met die partijen die al op dit terrein een onderdeel uitvoeren. En zo hebben we dat ook gedaan. En misschien heeft u dat niet helemaal kunnen terugvinden in de notitie zelf. Maar het plan wat nu gelanceerd is en wat we vanavond bespreken in dit voorstel, komt wel voort uit een lang traject wat daarna vooraf gegaan is. Want we hebben studenten van de Vechtdal Academie, heeft u kunnen lezen, stond erin, betrokken, gevraagd om een enquête te doen. We hebben gesproken met kinderen en met ouders. En nadrukkelijk ook gezegd van, hoe zien jullie de invulling van die middelen op een wijze dat het ook op langere termijn zijn vruchten zal gaan afwerpen. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik ben dan toch heel benieuwd hoeveel jongeren en ouders u heeft gesproken, omdat dat toch niet het verhaal is wat ik heb. In wat de Natura-betaling daarentegen wel. Maar ik moet u heel eerlijk zeggen, met de 110% netto enzovoort, dat heb ik niet teruggevonden als ik al deze dingen zie. En de laagdrempeligheid en de toegang zie ik niet terug uit de meer dan 65 gesprekken die ik heb gevoerd. Dus ik ben dan heel erg benieuwd wat voor gesprek u heeft gevoerd en wat dan de meetwaarde is en hoe u dan geselecteerd heeft. Ik weet dat er dus onderzoek heeft plaatsgevonden, dat er enquête heeft plaatsgevonden door studenten ook van de Vechtdal Academie. En er is ook gesproken met ouders en kinderen. Maar misschien kunnen we straks naar mijn ambtelijk adviseur vragen hoe dat achter de schermen heeft gewerkt.
Dat is gebeurd. En we hebben ook gezegd, voordat wij komen met een voorstel, hè, willen we dat doen. Want we willen draagvlak voor het voorstel zelf. En de staatssecretaris heeft nadrukkelijk ook opgeroepen. En die heeft ook gezegd, u vult het in samen met kinderen, ouders en verzorgers. Daarvoor hebben we ook nadrukkelijk deze route gekozen. En daar hebben we ook gekeken van, wat gaan we dan doen? En als het gaat om die meedoendag, want ik merk bij u allen dat u daar veel vragen over heeft, hebben we ook gezegd, wat moet daarin terugkeren? Wat vinden we dan belangrijk? Nou, dat zijn de aspecten die we nu ook al terugzien in de verschillende fondsen. Jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, maar ook gezondheid, workshops daaromtrend. We betrekken ondernemers erbij, onderwijsinstellingen erbij, verenigingen. Dat willen wij op die meedoendag allemaal terugzien. Zodat kinderen, ouders en verzorgers kennis kunnen maken met die verschillende aspecten. Dat vinden we belangrijk. En we hebben ook gezegd en gevraagd van, vindt u het dan ook goed dat we zo'n dag organiseren? En ook dat aspect waar u terecht misschien op wijst als het gaat om stigmatisering. Is het dan zo dat misschien mensen op basis van schaamte zeggen van ja, ik ga toch maar niet, want ik wil niet herkend of erkend worden? Mevrouw Hans. Dank u wel, voorzitter. Met name met betrekking tot dit punt. We willen alle kinderen stimuleren om mee te doen. En deze specifieke groep heeft behoefte aan een stuk ondersteuning, financieel of motivatie, whatever. Is het dan niet veel beter om een brede dag te organiseren waar alle kinderen kennis kunnen maken en net voor een bijzondere doelgroep een speciaal aanbod gedaan wordt op die dag? Ja, dat biedt deze regeling, die mogelijkheid biedt deze regeling dus niet. Want de staatssecretaris heeft nadrukkelijk ook gezegd in haar opdracht, het gaat hier om kinderen tot een bepaalde inkomensgroep. Het gaat om kinderen in armoede. Daarvoor zult u specifiek iets moeten gaan organiseren. Is dat realiseerbaar? Is dat haalbaar? Die vraag hebben wij nadrukkelijk in het veld hebben we die neergelegd. En we hebben ook extra nog een keer gekeken naar het aspect van als we elkaar vinden, ontmoeten, met elkaar, bij elkaar. Is dat dan voor mensen, voor ouders, verzorgers een probleem? Zij hebben gezegd, wij verwachten dat het geen probleem is. We hebben zo'n actie enkele jaren geleden ook al eens een keer gehad. Ik weet dat toen studenten via de voedselbank kinderen hebben gevraagd om mee te gaan naar een bioscoopvoorstelling, een theatervoorstelling. En toen kwam ook het verhaal van ja, willen mensen wel erkend worden? En uiteindelijk kwam er een grote groep naar het theater en naar de voorstelling toe. Die hebben ook gezegd, wij vinden het juist prettig om ook met anderen daarover te kunnen praten. Dus wij zien en voelen het stigma niet zozeer. Volgens mij is dat ook een beeld wat we zelf misschien wel met ons meedragen. Maar wat door de groep, ouders en verzorgers, niet direct als zodanig wordt erkend. Mevrouw van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Dit is mijn laatste opmerking hierover. Ik snap wat u zegt. Als nood hoog is en je wilt het voor je kinderen goed doen, dan zul je absoluut deze stap willen zetten. Dus het is ook logisch dat ze dan daar overheen staan. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat meedoen te maken heeft dat je met anderen meedoet, zodat je hetzelfde kunt zijn. En dat geldt ook voor ouders. En als ik de stemming hier zo proef, gaat het ons met name daarom. Het feit dat je situatie zo is, moet niet maken dat je op een ander spoor zit dan ieder ander. En vanuit onze fractie is dan de vraag, als u dat in oogschouw neemt, dat belang, namelijk de waarde van een individu en van het kind, kunnen we dan, ook al zegt mevrouw Kleinsma hoe we het zouden kunnen doen, niet kijken of we een hardenbergse manier kunnen vinden om daaraan tegemoet te komen. Mevrouw de voorzitter, ik denk dat dat de terechte oproep is. En zo gaan we er ook naar kijken en zo gaan we hem ook invullen. Want we hebben ook gezegd, wij willen juist op die meedoendag kinderen kennis laten maken met bijvoorbeeld cultuurfonds, jeugdsportfonds, zodat ze via die weg ook in contact komen met anderen. Ze kunnen dan ook deelnemer worden, lid worden van een vereniging. Ze kunnen meegaan doen aan culturele activiteiten. Ze kunnen misschien naar die muziekles die ze anders niet zouden kunnen betalen. En ja, dan vindt hij ook die vermenging, zeg maar, plaats, die we zo graag willen met elkaar. Maar je hebt ergens een basis nodig om te kunnen starten. En dat willen we juist bereiken op die dag zelf. En dan moet ook, we hebben ook aangegeven, kinderen willen ook iets tastbaars hebben. Hè? Het gaat niet alleen om een lidmaatschap van een vereniging, maar het gaat bijvoorbeeld ook om kleding, om speelgoed. Dat zijn ook aspecten die we in dit meedoendag hebben meegenomen. Ondernemers hebben gezegd in onze gemeente, wij willen graag daar een bijdrage aan gaan leveren. Wij gaan er ook staan om die kinderen erbij te helpen. Mevrouw Kloekhorst heeft een vraag en daarna meneer Blink. Heel fijn dat kinderen en ouders geparticipeerd hebben om tot een meedoendag te komen. Hoe verhoudt zich dat nou tot de informatie die we in de notitie terugzien over schaamte en privacy die een belangrijke rol spelen
zeer grote rol, zegt, staat in het stuk, van mensen om geen gebruik te maken van de gemeenschappelijke regelingen, gemeentelijke regelingen. Erfbetreding, een onderwerp wat ook al eens ter sprake is gekomen, doelgroepen. Juist met deze notitie, als je zegt we willen beter zicht op de doelgroep, misschien beter zicht op een aantal zaken, dan conflicteert dit met de inhoud van een heleboel stukken die in de notitie staan. Daarnaast zou ik graag ook willen weten van, goh, dat onderzoek dat is uitgevoerd, hoeveel respondenten hebben daaraan meegedaan? Misschien kan daar de beleidsmedewerker iets over zeggen. En is die onder de doelgroep uitgezet? En ja, hoe groot is het percentage mensen dat daar aan meegedaan heeft? En met wie is daarover over gesproken? En daar was ik nog even nieuwsgierig naar. Als de wethouder dat eerst wil beantwoorden, dan gaan we daarna naar meneer Blink. Dat laatste vind ik redelijk technische informatie. Daar heb ik ook niet zo op praat, maar misschien kunnen we straks in de beantwoording van de beleidsadviseur daar iets meer duiding aan geven. Schaamte blijft altijd een onderdeel van dit onderwerp. Dat is waar. En we zullen nooit ook 100% onze doelgroep bereiken. Want er zijn mensen die zeggen van ik wil op die manier niet in beeld komen. Dat is waar. Maar we hebben ook heel nadrukkelijk in gesprekken juist met ouders en verzorgers gezegd van verwacht u dat dit een effectief middel is om kinderen bij elkaar te krijgen. Om juist daar ook misschien wel over met elkaar in gesprek te gaan. Want we kunnen het wel wegstoppen, maar daar schieten we ook niet op. En in dat opzicht zullen ook heel veel mensen er zijn die er misschien wel die schaamte juist voorbij zijn. Ook ouders, verzorgers die wij gesproken hebben. Dus dat stuk aspect van schaamte zal altijd voor een deel blijven. Dat kunnen wij nooit 100% wegpoetsen. Dat proberen we wel bespreekbaar te maken. Maar het is aan mensen zelf om daarin een keuze te maken. Meneer Brink. Dank u wel, voorzitter. En de vragen die wij hebben gesteld, die zullen u wellicht straks nog beantwoorden. Dus die laat ik nog even wat ze zijn. Maar ik sla wel even aan op die meedoendag. Want ik was onlangs in de voorbereiding van deze stuk een beetje op Google aan het kijken. En toen kwam ik ook een initiatief van de gemeente tegen. En dat heet Ken je sport, kies je kunst. Ik hoop dat ik het goed zeg. En wat mij verbaast, daar doet u eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Dan ga je ook met kinderen, het is wellicht een andere doelgroep, maar dan ga je ook met kinderen op basisschoolleeftijd. Die bied je ook iets aan, hè? Van het sportfonds, het cultuurfonds. Ik zou me kunnen voorstellen dat je op basis van dat oogpunt, of vanuit dat oogpunt, dat je zegt van we gaan de regeling wellicht wat verruimen, maar wel op die manier, zodat je de kinderen vanuit de basisschoolleeftijd op een gelijke wijze behandelt dan diezelfde kinderen, maar waar dus ook een financieel vraagstuk aan hangt. Is dat ook een overweging geweest om het daar aan te koppelen, of kan dat ook niet? Ik weet niet of dat uiteindelijk een overweging is geweest, zeg maar, bij de totstandkoming van dit voorstel. Maar ik vind het wel een goede om mee te nemen bij de verdere uitwerking daarvan. Dat zou mijn reactie willen zijn. Nou, wat ik las is dat je daar heel vaak mensen benadert. Sorry voor de volgende, maar dat je daar heel vaak mensen benadert vanuit een brief, dat soort zaken. En met alle respect, dan blijft het wel een beetje onder de radar. Hè? Als je het dan toch hebt over privacy. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat wel een methode is of een manier van denken. Waardoor je misschien nog wel meer mensen zou kunnen bereiken. Maar dat is... Nou, dank voor uw tip daarbij. Nee, ik geloof dat mevrouw Van den Hoek nog wat te vragen, maar ik zou graag eerst even de wethouders een verhaal willen laten afmaken. En dan kunnen we naar u, mevrouw Van den Hoek, want er zijn best een hoop onderbrekingen kort achter elkaar. Goed. Ik heb u verteld hoe dit tot stand is gekomen. Enquêteonderzoek, ook met behulp van Vechtal studenten, ook in overleg met onze partners. We hebben nadrukkelijk ook met de participatieraad gekeken van hoe gaan we die middelen inzetten. U heeft zelf ook het advies daarin kunnen lezen. En zij hebben ook gezegd, wat ons betreft, verdient het zeker een kans om verder mee aan de slag te gaan, want we zijn ook heel benieuwd, dat heeft ook de participatieraad gezegd, wat dit nu gaat betekenen, wat zo'n dag gaat opleveren. He? Qua effect, qua bereik, en daar zijn we zelf ook heel benieuwd naar, want u heeft ook de vraag gesteld volgens mij, hoe gaan we dat dan monitoren? Nou, we zijn ook heel benieuwd of de middelen op de goede plek terechtkomen. Leidt dat uiteindelijk voor heel veel kinderen tot meedoen in de samenleving? Want daar gaat het om, niet alleen om die ene dag, maar dat we via die dag kinderen kunnen laten participeren en meedoen. En met name duurzaam kunnen laten meedoen. En dat zullen we ook zeker gaan monitoren naar die dag. Dus we zullen daar ook heel met een stevige evaluatie naar gaan kijken. Ik ga naar de vragen, als u dat goed vindt, mevrouw de voorzitter. Ik heb mevrouw Kloekas volgens mij, als het gaat om de eerste vraag, aan antwoord verstrekt. Als het gaat om Stichting Leergeld, ja, Stichting Leergeld is een landelijke stichting die als doel heeft, zeg maar, om juist tot een bundeling te komen van verschillende voorzieningen.
En u maakte volgens mij de relatie naar eurowijzer toe. Maar we hebben natuurlijk meer fondsen, voorzieningen. En we hebben gezegd, hoe gaan we Stichting Leergeld nu positioneren in Hardenberg? Want Leergeld wordt ook met name geadviseerd door mevrouw Kleinsma, gezien het succes in het land. En het heeft als doel, en daar willen we ook naar streven, om juist tot die bundeling van die organisaties te kunnen komen. Want u heeft ook nadrukkelijk met elkaar geroepen, we willen naar één portaal. We willen eigenlijk naar één aanvraagformulier, liefst ook één organisatie. Maar door het goed organiseren van de Stichting Leergeld hopen wij dat die organisaties ook uiteindelijk bij elkaar komen. Voor Eurowijzer zien we een wat andere rol, want Eurowijzer heeft heel veel betrekking op budgettering, schuldhulpverlening, preventie, voorlegging en informatie. En hier gaat het ook vooral om de voorzieningen die we verstrekken om te kunnen meedoen. Daar zie ik wel een duidelijk verschil in. Maar Leergeld is met name bedoeld, Stichting Leergeld, om lokaal de verschillende fondsen en initiatieven bij elkaar te kunnen brengen. En daarmee ook te kunnen streven straks naar één aanvraag, één formulier. Mevrouw Kloekhorst, en dan ga ik daarna toch nog even naar mevrouw Van den Hoek. Ga je gang. Ja, ik heb even wat informatie opgezocht over Stichting Leergeld en de formule die zij gebruiken. Dus de werkwijze die landelijk vormgegeven wordt. Die wijkt echt maar op één punt af van hoe de informatie op de website staat voor Eurowijzer. Dus als dat een opdracht is van Stichting Leergeld, als dat op één punt afwijkt, waarom zou je het dan niet lokaal borgen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, daar wil ik best nog eens een keer goed naar kijken. Maar in mijn optiek, want we hebben ook gezegd, Leergeld kunnen we op lokale situatie aanpassen. Dus het hoeft niet een soort standaard model te zijn voor alle gemeenten in het land. Want iedere gemeente heeft zijn eigen fondsen, zijn voorzieningen en zijn stichtingen. Daarin willen we juist die bundeling samenbrengen. En ik zie in de richting met Eurowijzer nog wel een nadrukkelijk verschil. Omdat we in preventie, voorlegging, informatie en advies om te voorkomen dat mensen in armoede belanden. Daar wil ik de focus leggen voor Eurowijzer en niet direct op verstrekking van voorziening. Mevrouw Van den Hoek? Vraag je dus, dan halen we hier een stichting naartoe om andere stichtingen samen te brengen. Is het niet veel makkelijker om al deze stichtingen die wij hier hebben te vragen, ga ze met elkaar bundelen, hebben we toch niet iemand anders voor nodig? Nee, maar is dat verkeerd? Ik denk juist, door het met elkaar bespreekbaar maken van een Stichting Leergeld, zullen we ook dezelfde, dat is mijn doel, zullen we datzelfde gaan bereiken. Want ik merk ook heel veel in gesprekken met de verschillende fondsen en stichtingen dat ze zeggen, eigenlijk zitten we allemaal op hetzelfde terrein. We hebben vaak te maken met dezelfde doelgroep. En misschien is er nu wel een kans om dat bij elkaar te brengen. En het gaat mij dan om de noemer Leergeld. Nog één vraagje. Wij geven subsidie toch aan bijna al deze stichtingen? Ja. Dus dat betekent dat als wij hier zeggen, ga maar met elkaar één stichting worden en wij beslissen dat over subsidiegeld, zijn we toch ook klaar? Of ben ik nou te simpel? Nou ja, dan brengt u geld bij elkaar, maar je moet ook gaan kijken naar de verschillende regelingen bij elkaar brengen. En vooral kijken naar de verschillende groepen die daarin bediend worden. Dus ik zou dat de vraag wel iets meer dan alleen maar clubs bij elkaar brengen. Want dat zou misschien een mooi onderzoek kunnen zijn. Zal ik verder gaan met de vraag? Verantwoording, heeft meneer Kloekhorst volgens mij ook over gesproken, komen de middelen terecht? Nou, dat zullen we ook nadrukkelijk gaan monitoren. Want ook zo'n meedoendag heeft natuurlijk hele verschillende activiteiten en we willen duurzaam meedoen, daar gaat het ons om. Maar u heeft ook kunnen lezen dat wij de verschillende fondsen die er nu zijn willen versterken. Want als u het weet dat het jeugdsportfonds enorm, dat het gebruik van het jeugdsportfonds enorm is gestegen de afgelopen jaren, dat we nu richting 130 volgens mij deelnemers gaan op dit moment, terwijl het in het begin best wel zoeken was, wat is de goede formule. Het cultuurfonds langzamerhand op gang komt, is ook het doel om juist de bestaande voorzieningen te versterken. Want we merken dat ze nu een plek vinden in die samenleving. Meneer Kloekhorst. En dat staat mevrouw Kleinsma wel toe? Ja, want ze heeft ook gezegd, ik wil dat de bestaande voorzieningen worden versterkt. Dus dat mag de kosten gaan van die 213.000? Een deel van het geld wordt ook gebruikt volgens mij om die bestaande voorzieningen te versterken. Dat heeft u volgens mij kunnen zien in het voorstel zelf. Ik had nog even de hoop dat de gemeente Hardenberg die erbij legde, maar dat is niet zo. Nee. Mevrouw Hansen, toevoegen welbevinden van kinderen, daar heb ik volgens mij nadrukkelijk over gesproken. En inzicht, monitoren van de verschillende resultaten van de activiteiten die we gaan inzetten. En natuurlijk, meneer Reiling, als het minder kinderen gaan, gaan we ook minder budget uitgeven. Het is niet zo dat we zeggen, nou, we hebben minder kinderen, hebben we ook per kind meer budget. Zo werkt dat dus niet. De vraag is dan veel belangrijker. Als we uitgaan van 820 kinderen, waarom bereiken we dan een deel niet? Die vraag vind ik wat interessanter dan nu het geld te gaan middelen. Want
De effectiviteit van de regeling staat voorop en niet de verdeling van het geld per kind. En meedoen... Maar u garandeert dus dat als er een bepaald budget is wat voor een kind veilig gereserveerd is van die 800 kinderen, dat dat geld dan ook bij die kinderen komt en niet opgaat aan organisatorische kosten? Nee, want de staatssecretaris heeft ook nadrukkelijk gezegd, we gaan het niet stoppen in organisatieopbouw. Het gaat rechtstreeks naar activiteit. En daarom hebben we juist ook dat gesprek gevoerd met organisaties, kinderen en hun ouders. Meedoendag is geen middel, nee, dat vind ik ook. Maar we vinden, op basis van de gesprekken die we hebben gevoerd, is wel gezegd van dat deze activiteit wellicht kan bijdragen, hè, aan het meer meedoen. Dus wij zullen ook vooral gaan kijken, heeft dit het juiste effect? We zullen ook kritisch volgen wat dit betekent. Wat ik wel heel mooi vind daaraan, en dat moeten we niet onderschatten, is dat heel veel ondernemers hebben gezegd, we vinden het een heel goed plan. Wij gaan gewoon meedoen. We staan er ook op die dag zelf. Ook toeristische bedrijven, die hebben gezegd, wij willen ook kinderen die anders niet bijvoorbeeld op vakantie kunnen, zo'n dag bieden. Eén portaal, heeft u gezegd, nou, wij zijn bezig om dat voor elkaar te gaan krijgen, zodat we straks één aanvraag kunnen gaan doen. Wij zijn ook bezig intern binnen de organisatie via zogenaamde omgekeerde toets, zoals wij dat zeggen, om te voorkomen dat mensen 10 keer verschillende regelingen moeten aanvragen met alle bureaucratie van dien. Dat willen we juist zien te voorkomen via zo'n portaal. En daar zou zo'n stichting Leergeld, als we in staat zijn om die organisatie bij elkaar te brengen, daar prima rol in kunnen vervullen. Want dan heb je straks één portaal waar men terecht kan. En die 110%, ja, we hebben juist gezegd, het netto besteedbaar inkomen, dat levert juist op dat we meer kinderen kunnen laten meedoen. Niet het bruto, maar het netto besteedbaar inkomen. Dus we hebben het bereik in dat opzicht, om daarvan uit te gaan, groter gemaakt. En dat mag en dat kan. En dat doen we volgens mij nu ook al bij de kwijtscheldingsregeling die we als gemeente kennen. Mevrouw van der Hoek, veel initiatieven, ja dat klopt. U heeft een hele waslijst van activiteiten en initiatieven. U zou het ook andersom kunnen redeneren. Er gebeurt heel veel in deze gemeente. En er worden van de verschillende regelingen ook heel goed gebruik gemaakt. Want dat is ook wel mijn conclusie. Heel veel regelingen zijn steeds beter bekend. Dat doen we via samen doen teams, dat doen we via werk en inkomen. Dat doen we via maatschappelijke organisaties. Maar ze worden ook wel gevonden. De vraag is alleen, hoe kunnen we dat effectiever maken, zodat iemand niet voor sport naar één moet, voor cultuur naar een andere moet, voor gezondheid weer naar loket C. Daar willen we juist aan gaan werken, die effectiviteit. Maar ik moet zeggen dat ik best blij ben met het bereiken van de verschillende regelingen. En nou, ik heb volgens mij in het begin al iets gezegd over uw oproep over waarde en respect. Dat staat bij ons natuurlijk bovenaan. Laat het maar helder zijn als het gaat om meedoen. Meneer Van der Grampel, in beeld krijgen, volgens mij heb ik al gezegd dat we dat nadrukkelijk gaan monitoren. Stigmatisering heb ik volgens mij al in uw richting een opmerking gemaakt. Een voucher voor jongeren ben ik niet zo gecharmeerd van, moet ik eerlijk zeggen. Want dan is ook maar de vraag van waar komt dat geld dan ook terecht. Kinderen en ouders en ook de staatssecretaris heeft al gezegd van het moet zoveel mogelijk in natura ook gaan gebeuren. En koppel het juist aan activiteiten die bijdragen aan meedoen op het gebied van sport, cultuur, gezondheid. Er komt niet zeg alleen met een foutje, want dan bereik je niet altijd het doel. Ja, voorzitter, je zou het juist ook wel nadrukkelijk kunnen koppelen aan activiteiten. Door voorziening in natura, maar dan leg je de bestedingsmogelijkheid en de keuze bij de betreffende jongeren neer, maar wel met de verplichting, je moet het inzetten overeenkomstig de doeleinden van de regeling. Dus niet een vrijbrief van zet maar om, ook bijvoorbeeld niet om in geld of om te zetten of naar de supermarkt te gaan. Nee, het moet juist gerelateerd zijn aan de kleinsmaarregeling. Ja, maar die keuzevrijheid, voorzitter, die hebben we juist ook gestalte willen geven door die meedoendag. Want op zo'n meedoendag worden diverse activiteiten georganiseerd. Dat zijn informatiestand van het Cultuurfonds, Sportfonds, Vecht voor Jeugd. Dus die keuzevrijheid om te investeren zeg maar, daarin, of er bijvoorbeeld onderwijsvoorzieningen, of bijvoorbeeld in een uitje, ja, dat kan. Die keuzevrijheid hebben ze op die dag zelf ook. En dat vind ik aantrekkelijker en beter en effectiever dan een foutje gebruiken. Dat is mijn reactie. Maar je bespaart ze wel 135.000 euro die je weer de goede kunt laten komen aan de doelgroep. Nee, maar die wordt nu ook ingezet voor die doelgroep, dus ik zie het verschil niet.
Betrek kinderen bij de uitvoering, dat is helder. Maar dat hebben we nu ook al gedaan in de voorbereiding. Omdat we nu ook al vaak gebruik maken van de verschillende voorzieningen. Communicatie, ik denk dat het een belangrijk aandachtspunt is. Wat u zegt, tegengaan van niet gebruik. Dat is al jarenlang een discussiepunt. Hoe bereiken wij onze groep? En hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip vallen of niet op de hoogte zijn van de juiste informatie? Nou, wij betrekken in de voorlichting juist al onze instanties. Denk ook aan voedselbank, kledingbank, denk aan gemeentelijke kredietbank, werk en inkomen, meedoen, samen doen. Dus al die partners, intern en extern, die gebruiken we juist om ze hierover te informeren. En communicatie kun je, dat zit nooit een eind aan, zeg ik wel eens. De vraag is alleen of je de communicatie effectiever kunt maken. Dus ook in de voorlichting zelf heel helder kunt schetsen, in gewoon Nederlandse taal, waar men terecht kan, waar men een beroep op kan doen en wie contactpersoon is. Dat is vaak belangrijker dan de hoeveelheid informatie. Meneer Brink, ja, meneer, bij de participatie daar hebben we volgens mij nadrukkelijk ook het gesprek gevoerd, ook over de tijdspannen, maar zover het mij bekend is, hebben we ook wel die tijdspannen gehanteerd. Alleen is hier wat anders ervaren, heb ik begrepen. En dat kan natuurlijk, dus zelf ook ervaren als wat kort. Maar desondanks een prima advies van de participatieraad. We hebben laatst ook nog het verhaal besproken met de participatieraad en die heeft juist gezegd, wij vinden dit een goed plan. En jullie hebben dat van onderop gemaakt. Ga er nou niet van bovenaf zeggen van zo willen we het besteden. Dat moeten we ook vooral niet willen. Maar betrek de doelgroep erbij bij de juiste besteding. Daar gaat het juist om. En wie zijn wij dan om te zeggen, het zal anders moeten. Dat we benieuwd zijn naar de resultaten, dat ben ik net zoals u. Dan laten we het ook maar gewoon na een jaar evalueren. Maar wat ik goed vind, is die brede betrokkenheid vanuit de samenleving. Dus ook ondernemers die zeggen, wij werken hier nou mee. Privacy heb ik volgens mij al met u over gehad. Eén portaal heb ik al iets van gezegd in de relatie tot Stichting Leergeld. En uw voorstel om het jeugdcultuurfonds te verlagen met een jaar van 6 naar 5. We gaan steeds zakken volgens mij met de leeftijd. Op zich is het een interessant idee. En wij kunnen daar ons ook wel achter scharen. Ik maak er wel één opmerking bij. Dus juist het gaat om die leeftijd dat we merken in de praktijk. Dat ouders zeggen van, joh, niet te veel tegelijk met mijn kind. Want het gaat van A naar B naar C en D en E. Eerst maar de zwemles en dan bijvoorbeeld andere zaken. Dus de vraag wel is of in de praktijk daarvan zoveel gebruik gemaakt zal worden. Dat is wel ons vraagteken op dit moment. Dus wij zullen hem niet tegenhouden. We zijn ook wel benieuwd wat voor effect het heeft. Maar laten we de verwachtingen ook niet te hoog leggen op dit moment. Ik breng nog een vraag. Ja. Even aan een vraagje over. Want zegt u bij deze dan toe dat de leeftijd van 6 naar 5 gaat? Of hoor ik dat niet goed? U heeft mij volgens mij goed verstaan, dacht ik. Ik heb grote oren, mevrouw de voorzitter, maar dan is het inderdaad. Dan werken ze ook nog eens mooi. Hartelijk dank. En als laatste opmerking, de informatie via samen doen. Maar volgens mij heb ik al het samen doen heel vaak genoeg vanavond. Als een belangrijke organisatie om juist deze informatie met elkaar te delen in onze vier gebieden. Dank u wel. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Brink? Mevrouw van der Hoek? En de Partij van de Arbeid. Begin ik bij meneer Brink. Nou, voorzitter, dank u wel. Ja, er blijven eigenlijk twee vraagjes over, toch weer over die meedoendag. Ik hoor de portefeuillehouders toch wel aardig vaak zeggen. Er zijn veel bedrijven die hebben aangegeven dat ze mee willen doen. Dat ze een bijdrage willen leveren aan zo'n dag. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld bij sportverenigingen? Hebben die diezelfde bereidheid ook getoond? Of hoe moet ik dat zien? Want ik hoor het cultuurfonds, ik hoor het sportfonds, ik hoor Vecht voor Jeugd. Maar ik ben ook wel benieuwd in hoeverre er contact is geweest met sportverenigingen, andere verenigingen, muziekverenigingen, noem alles maar op. En krijgen zij ook een aandeel in de voorgenomen meedoendag. En ik had nog een vraag gesteld over de keuzes die kinderen kunnen maken. Onze fractie vraagt zich wel af, in hoeverre hebben we dan te maken met duurzame keuzes. Het is toch vaak een impuls. Een kind ziet iets, maakt een keuze, gaat iets doen. En is er dan een mogelijkheid om er later op terug te komen? Hoe moeten we dat voor ons zien? Dat heb ik in de beantwoording nog een beetje gemist. Dus daar graag nog een antwoord op. Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Ik was even benieuwd of bij de meedoendag of daar ook nog ondernemers financieel aan bijdragen.
in het aanbod wat er dan op zo'n dag is. Mevrouw Van der Hoek. Dank u wel. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat toen mevrouw Kloekhorst zei van ja, u bent in contradictie met de tekst die u zegt en wat u hier oreert. Nou, dat gevoel heb ik niet een beetje, maar heel sterk. Wat er bij mij nu achterblijft na de beantwoording van de wethouder is in ieder geval niet een antwoord op mijn vraag. Heeft u dan een andere visie ook, hè, hoe we dat anders zouden kunnen doen? We horen dat Stichting Leergeld moet gaan bundelen naar één portaal. Tegelijkertijd gaan we bestaande initiatieven juist versterken. Dat wat je minder wilt gaan maken, dat lijkt me een contradictie. We willen wel naar één portaal, maar we kunnen niet zomaar samenvoegen alles op hebben, want we hebben allemaal verschillende regelingen. Dat zijn allemaal termen die nogal met elkaar conflicteren. Dat geeft ons in de geest van wat hier staat, daar staan we natuurlijk absoluut achter, maar in de uitwerking toch echt niet een heel prettig gevoel. En de opmerking van de heer Brink over kies je sport en kies je kunst, dat komt inderdaad twee keer per jaar minimaal terug. En dat kost €5 per kind om 5 keer deel te nemen om te proeven, om te kijken of het dan ook iets is. En geen impulskeuze is van één dag. Hoe serieus gaat de wethouder hier naar kijken om dat toch als vliegwiel te doen? Want als je bestaande initiatieven mag gaan versterken, is dit dan niet juist een hele goede? Want daar zitten al die partners ook al bij. En ik heb geen goed antwoord gehoord over mogelijk cultuurpas van de ChristenUnie. Dat vinden wij ook erg innovatief en dan zouden we ook graag een wat helder antwoord op willen zien. Dank u wel. Dan geef ik het woord weer aan de wethouder, als hij klaar is met schrijven. Mevrouw de voorzitter. De heer Brink vroeg naar de sportverenigingen. Die zijn ook benaderd. Die gaan ook meedoen om activiteiten te organiseren. Ik weet in ieder geval ook van de korfbalvereniging dat ze mee gaan doen. En er zijn er meer. Dus de sportvereniging wordt nadrukkelijk betrokken. Samen ook met jongerenwerkers bijvoorbeeld van de STUW. Om sport te motiveren, te activeren. Dus dat is wat ik daarop kan antwoorden. De vraag van, ja, als men nou niet kan kiezen, is dat dan een punt op zo'n dag? Nee, dat is geen punt, want men kan ook later die keuze maken. Er is informatie, voorlichting over wat mogelijk is. Als kinderen zeggen, of ouders of verzorgers zeggen van nou, we willen er nog eens even over nadenken. Ja, of het wel praktisch past allemaal, of het kan. Kunnen ze ook later die keuze maken. Daar wordt ook een follow-up aan gegeven. En er is ook een weg terug, mevrouw voorzitter, als je een verkeerde keuze maakt. Ja, volgens mij kunnen we ook alweer terug. Dat is in ons leven volgens mij wat vaker mogelijk, volgens mij dus. Dan ondernemers. Kreeg ik een vraag over ondernemers. Of die meedoen. Ja, ondernemers doen mee. En die hebben ook gezegd van, nou, wij bieden niet direct geld, maar wel kortingen, zeg maar, producten, diensten, activiteiten. Dus in dat opzicht hebben ze gezegd, zijn we bereid om onze bijdrage ook maatschappelijk te leveren. Mag ik nog even aanvullen? In de organisatie van de meedoendag, hè, dat doen ze dan ook kosteloos? Nee, voor de normale voedsel en dergelijke eten en drinken wel. Daar zit een korting op, maar voor de anderen zeg maar niet. Maar wel heel belangrijk dat ze kortingen aanbieden op producten, diensten en activiteiten. Dat vinden we ook belangrijk. En dat gaat het ook op verschillende bedrijven, ook uit de toeristische sfeer bijvoorbeeld. Meneer Reiling. Ik meen net van u begrepen te hebben, die €80.000 die beschikbaar gesteld is voor die examen, voor die meedoendag, die gaat naar de kinderen. Gaat niet op aan organisatorische kosten. Nee, klopt. €80.000 gaan naar de kinderen. Dat zijn we het eens. Kies je sport, ken je kunst? Dat is nog een vraag geweest. Nou, ik heb laten informeren. De cultuurkoepel Vertal is bijvoorbeeld ook op diezelfde dag aanwezig. Ook juist met die programmaactiviteit. Dus dat is bij deze georganiseerd en geborgd. Dus ook qua kunst en cultuur komt dat terug. De voucher. Ja, we hebben daar nadrukkelijk ook naar gekeken. Hè, want het is ook wat gezegd, maar welke middelen heb je allemaal daarvoor. Maar de ervaring bijvoorbeeld in de gemeente als Dalfsen, dat weten wij, leert dat daar dat men is gestopt met de foutje, omdat het niet het bereik en het effect had wat men daarvan verwacht. Dus toch moeilijker, zeg maar, om dan keuzes te kunnen maken voor kinderen, ouders of hun verzorgers. Tot zover, mevrouw voorzitter.
Dank u wel. Mag ik nog een klein vraag stellen? Ja, als het een kleine aanvullende vraag is, vind ik dat goed. Ja, een kleintje. Nou, we hebben het een beetje gehad over verkeerde keuzes, geen keuzes. Het lijkt een beetje een marge, maar ik probeer grip te krijgen op wat er gebeurt, mevrouw de voorzitter. En blijft er eigenlijk nog één vraagje over. Wat nou als ik op... stel je voor, ik zit in de doelgroep, ik word uitgenodigd voor de dag, maar ik kan die dag niet. Kan ik dan later ook nog een keuze maken? Ja, wij zullen ervoor zorgen dat kinderen die... of jongeren en jongeren die op die dag absoluut niet kunnen, om wat voor reden dan ook, wel die informatie krijgen, zeg maar, die op die dag ook wordt gepresenteerd. Maar het zou natuurlijk ook heel jammer en zonde zijn en ook niet effectief zijn. Maar stel dat het een grotere groep zou zijn, dan geven we daar wel ook een communicatie en follow-up aan. Dus dat bereik wordt wel bewaakt. Dus als ik vanwege privacy-overwegingen besluit om niet te komen, kan ik later alsnog een keuze maken. Zeg ik dat goed? Ja, dat gaan we dan organiseren. Oh. Hartelijk dank. Dan rest mij de vraag of dit doorgaat als bespreekstuk, als hamerstuk naar de raadsvergadering van zometeen. Bespreekstuk. Oké, gaat hier als bespreekstuk. Dan zijn we bij agenda punt 4 en dat is, bij agenda punt 5, de ombudsfunctie. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Hansen, meneer Reiling, meneer Van der Grampel en meneer Breukelman. Meneer Breukelman. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het raadsvoorstel omtrent het instellen van de ombudsfunctie is wat CDA betreft in lijn met de eerdere bijeenkomsten die we hier met elkaar hebben gehad aangaande het invullen van die ombudsfunctie voor de gemeente Hardenberg. En we hebben toen met elkaar gekozen voor de ombudsfunctie met ondersteuning van zorgbelang. Dus dat kan wat CDA betreft ook het discussiepunt eigenlijk niet meer zijn. Daarnaast hebben een aantal partijen wat aanvullende wensen ingediend. Zo zou de ombudsfunctie of de ombudsman-vrouw dialect moeten kunnen spreken of verstaan. En dat is ook in het voorstel verwerkt. Het CDA is in principe een voorstander van de gemeentelijke ombudsfunctie. Een ombudsfunctie maakt het immers mogelijk dat mensen op een laagdrempelige, onafhankelijke wijze advies kunnen inwinnen. En daarnaast kan een ombudsman een luisterend oor bieden. En ook hier bestaat dan, of hier ontstaat eigenlijk ook het gevaar. Het gevaar dat mensen bij de ombudsman of de ombudsvrouw gaan benaderen voor zaken waar andere interne procedures voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan de interne klachtenprocedure of de bezwaarschriftencommissie van onze gemeente. En die bestaat al en die zal ook niet verdwijnen. En het is en het blijft de bedoeling dat mensen die klachten hebben eerst natuurlijk via die klachtenprocedure volgen. En dat die niet meteen naar de ombudsman of vrouw stappen. Het CDA vindt dat de ombudsfunctie niet het meldpunt moet worden voor klachten, voor cliënten die nog geen moeite hebben gedaan om via die reguliere weg te gaan. Mevrouw Hansen heeft een opmerking over wat u net zei. Nou, vooruit. Ja, dank u wel. De overwegingen die u heeft bij het functioneren van de ombudsman. Een van de overwegingen waarom wij voor een ombudsman gepleit hebben, of ombudsvrouw, is vanwege de onvindbaarheid in sommige gevallen van een aantal regelingen, klachtenregelingen, et cetera. Dat er geen duidelijk portal is waar dingen bij elkaar komen. Dat is één ding. Het tweede ding is dat wij wensen hier in de raad niet over individuele gevallen te bespreken. Dus een rapportage van de ombudsman kan ons helpen om een beeld te vormen over de grote lijnen. Dus uw interpretatie is wel een beetje anders dan de mijne. Nou, voorzitter, toch denk ik dat mevrouw Hans en ik vanavond wel eens gaan worden op dit punt, hoor. Kijk, als we kijken naar die ombudsfunctie, dan zie ik daar eigenlijk drie belangrijke dingen. Luisterend oor bieden voor de inwoner, die blijkbaar ergens mee zit en niet terecht kan bij de reguliere punten in dit huis. En daar zult u met mee eens zijn. En hij of zij moet... Hij kan ook verwijzen naar die regelingen. Zeker. Nou ja... Liever doen we dat natuurlijk in heldere communicatie. Maar goed, volgens mij gaat het om advies, om de oplossingen te komen tussen de gemeente en de onvrede die bij de inwoners blijkbaar is ontstaan over de zorgtaken. En het aanhoren van onvrede als het gaat om bejegening, dat soort zaken. Maar waarom ben ik hierover begonnen, voorzitter, is het volgende. Dat het zonde zou zijn wanneer mensen gebruik willen maken van een klachtenregeling of via de bezwaarschriftcommissie. Dat daarmee de tijd van onze ombudsfunctie volledig benut zal worden. Want het is uiteraard wel zo dat de tijd voor de ombudsfunctie die is beperkt.
Dus laten we dat wel richten op die zaken die daar ook thuis horen. En niet voor zaken die bijvoorbeeld in de klachtenprocedure horen. Ik denk dat we het daar best over eens zijn. En daarom vinden we het ook een goede zaak dat, dat we na 1 jaar gaan evalueren. Dat staat ook in het raadsvoorstel en er wordt ook een melding gemaakt over een tussentijdse bijsturen indien dat nodig is. Maar die evaluatie die komt na de invoering van de ombudsfunctie. Die zal wat het CDA betreft met name moeten toetsen of er nou echt zaken bij die ombudsfunctie terecht zijn gekomen die niet via de andere kanalen hadden gehoord. Hè. Dus dat wel echt de meerwaarde ook in de evaluatie duidelijk wordt. Dat is voor het CDA toch wel een heel belangrijk punt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. Over het dossier ombudsfunctie en de invulling daarvan hebben we in deze raad al meerdere keren gesproken. Voor ons ligt nu een uitwerking die, wat de fractie van de ChristenUnie betreft, volledig in lijn is met eerdere besprekingen hierover. Taakomschrijving en profielschets zijn wat ons betreft dus akkoord. Terecht wordt in het voorstel, in het kader van de aanstellingsprocedure, aandacht gevraagd voor het organiseren van een gesprek tussen een afvaardiging van de raad en de beoogde functionaris. Graag maakte de ChristenUnie deel uit van deze afvaardiging. Maar niet alleen tijdens de aanstellingsprocedure is betrokkenheid van de raad gewenst. Ook, vinden wij, gedurende de werkzaamheden van de functionaris. Wij stellen daarom de portefeuillehouder voor om een begeleidingscommissie in de gelegenheid te stellen 2 keer per jaar met de ombudsfunctionaris van gedachten te wisselen. Dat moet geen zwaar formeel overleg zijn, maar meer een moment van afstemming en voortgang. Tot slot, voorzitter, in de communicatieparagraaf is vermeld om samendoenteams, participatieraad en maatschappelijke organisaties te informeren over de invulling van deze functie. Wij willen het college voorstellen om dit wat persoonlijker te doen door het organiseren van een kennismakingsbijeenkomst. Tot zover in eerste termijn. Dank u wel. Meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. In de functieomschrijving staat dat de ombudsfunctie of de ombudsman of vrouw digitaal benaderbaar is en desgewenst op huisbezoek komt of een afspraak maakt in het gemeentehuis. Dus met de uitvoering, ik zou nooit een afspraak maken in het gemeentehuis. Dan krijgen wij als raad de afvaardiging van de raad een kennismakingsgesprek met de kandidaat die geselecteerd is door het college. Ik sluit me een beetje aan bij mijn linkerbuurman, wat hij zojuist zei. Soms heb ik dan ook wel eens het gevoel van, ik zou eigenlijk wel wat meer smaken willen hebben. Dus waarom maar 1 kandidaat, waarom zou ik niet 2 of 3 kandidaten kunnen beoordelen? Maar daarover graag de reactie van de wethouder. En dan het laatste punt. De participatieraad wordt betrokken bij de evaluatie van de ombudsfunctie. De evaluatie zal door het college worden uitgevoerd en besproken met de raad. Ik vind dat we de evaluatie niet door het college moeten laten uitvoeren. Als raad willen wij een ombudsfunctie, dan moeten wij die evaluatie ook als raad doen. En dus de volgorde van die zin omdraaien. De evaluatie door de raad, en dat wordt besproken met het college. Daar reactie van de wethouder. Dank u wel. Mevrouw Hansen. Ja, voorzitter, mag ik de heer Rijk daar een vraag over zetten? Gaan gang. Ik vraag me even af hoe u dat praktisch voor zich ziet. We hebben ook in eerdere bijeenkomst natuurlijk wel gezegd, als raad willen we dit, maar het ligt nu ook een voorstel voor in het college. Misschien ook, is het ook wel zo praktisch, dus ik vraag me even af hoe u dat praktisch voor u ziet. Ik denk dat meneer Van der Grampel zojuist eigenlijk ook al een voorzet gaf. We hebben in het verleden met een klankbordgroep sociaal domein gewerkt. Die zou je die taak best op zich kunnen laten nemen. En ik denk dat daar, formeel bestaat die niet meer. Maar meneer Van der Grampel wilde graag in zitten. Ik ook graag. Mijn buurvrouw ook al. Dus ik denk dat we op dergelijke wijze daar heel makkelijk en vrij snel uitvoering aan kunnen geven. Dan toch mevrouw Hansen. Dankjewel. De gezondmaaiers zijn weer goed bezig geweest. Ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij de inbreng van de heer Van der Grampel. Betrokkenheid bij, kennismaking met, maar misschien ook wel iets verder gaand dan alleen maar kennismaken. Maar ook praten over taakopvatting en invulling.
evaluatie bij betrokken zijn. Dat zijn voor ons heel belangrijke punten die wij graag meenemen in de overeenkomst met de zorgbelang. Dank u wel. Geef ik het woord wederom aan de wethouder. Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Om het functie. Voorliggend ligt het voorstel waar we met elkaar aan gewerkt hebben. Daar bent u nadrukkelijk als raad ook zelf bij betrokken geweest, volgens mij. Als ook als het gaat om de keuzes die voorliggen, via zorgbelang Overijssel. Om het goed met elkaar te borgen, er waren ook andere varianten mogelijk. Maar u heeft gezegd, van dit is wat ons betreft een variant die werkbaar lijkt en is. Daar gaan we mee aan de slag. En natuurlijk is het een nieuw fenomeen, zeg ik maar, in het instrumentarium wat we al hebben. Wat meneer Breukeman ons terecht op wees. Want we hebben natuurlijk een bezwarencommissie. We hebben ook nog een ombudscommissie, dat heeft u kunnen lezen. En we hebben straks ook een ombudsman en vrouw. En hoe hou je nou het onderscheid, zeg maar, tussen het een en het ander? Ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat te bewaren. Want de praktijk is ook, dat weten we ook, dat op het moment dat er een klacht zich voordoet, dat we zeggen, nou, we gaan ook eerst kijken binnen de organisatie, bij de afdeling, of we in het gesprek met degene die de klacht indient, kunnen komen, zeg maar, tot een vergelijk, uitwisselen van informatie, waardoor misschien die procedure eigenlijk helemaal niet meer nodig is. En dat is de weg die wij ook heel vaak bewandelen. Dus dan moeten we heel goed, denk ik, kijken naar die verschillende instrumenten die we op dit terrein al hebben. En dat maakt ook inderdaad het heel belangrijk dat je weet waarvoor een ombudsman of vrouw is. En met name niet zozeer voor u, maar voor de samenleving. Want volgens mij gaat het daarom. En dan kom ik even bij de vragen en de opmerkingen terecht. Dus ik heb daarmee ook gereageerd op meneer Breukeman volgens mij. Meneer Van der Grampel, u zegt dan een begeleidingscommissie. Twee keer per jaar. Het is een vraag die u volgens mij nu eigen raad zou moeten stellen. Ik zou zeggen als college van, ik zie daar nu op dit moment niet direct effect en nut van in. Laat dit man of vrouw in dit geval gewoon aan de gang gaan. Als je die weg goed weet in het gemeentehuis en naar de raad toe, dan gaat zich vanzelf zo'n gesprek vormen. Ik vind een begeleidingscommissie wel een zwaar instrument. Want als wij de goede persoon selecteren, dan weet hij of zij de weg ook wel te vinden. En zal ook zelf en gevraagd en ongevraagd bij u komen. En met u in zijn gesprek gaan om te kijken waar we staan. En dan vind ik een begeleidingscommissie wel een zwaar instrument, moet ik eerlijk zeggen. Het is aan u om dat te bepalen. Voorzitter, toch even daarop reageren. Ik hoor u zeggen van een zwaar instrument. Ik heb juist aangegeven, geen zwaar instrument, moet geen zwaar formeel overleg zijn. Maar juist omdat het ook iets nieuws is, ook voor ons als raad, denk ik dat het best belangrijk is om twee keer per jaar even kom met de benen op tafel, maar in ieder geval om een moment te nemen. Maar ik hoor ook daar graag de reactie van andere fracties over. Om onze betrokkenheid, onze belangstelling, en dat kan ook wederzijds, toch hiermee naar voren te brengen. Maar goed, dan zit het misschien meer in de naam begeleidingscommissie, in dit geval. Als u zegt van ja, we hebben behoefte als raad om dat te organiseren, dan bent u vrij om dat te doen volgens mij. Dus het is ook een vraag aan uzelf. Dus misschien zou ik doe vraag, zo dat rondje wel. Ja, zou je die vraag aan uzelf moeten stellen volgens mij ook. De communicatieparagraaf, ik denk dat die inderdaad heel essentieel is. En kennismaking met samen doen lijkt me ook essentieel als het gaat om de vier gebieden, zeg maar. En juist gezien de rol en positie van samen doen. En ik ga er ook vanuit dat de ombudsfunctionaris ook zelf die ronde zal gaan maken. Langs de verschillende gremia, zeg maar. Om te weten van waar kan ik eventueel signalen opvangen waar ik iets mee moeten gaan doen. Meneer Reiling, u zegt ja niet in het gemeentehuis, het is aan de ombudsfunctionaris om dat zelf te bepalen volgens mij, waar hij of zij wil zitten. En als dat buiten het gemeentehuis is, ik zou zeggen, ik vind het allemaal prima. Als het maar, als zij, hij of zij haar werk maar goed kan dan gaan doen, daar gaat het volgens mij om, niet zozeer de locatie. U zegt niet evaluatie niet door het college, ja, dat is ook een vraag aan u zelf. Ik zou zeggen, als ik mag reageren daarop, de ombudsfunctionaris gaat zelf evalueren. Maar daar is hij voor. En die deelt die uitkomsten met college en raad. Want het helpt ons allemaal bij verdere beleidsvorming. Dus ik begrijp niet zo goed wat u zegt. Ja, we gaan alleen met de raad een evaluatie doen. De opdracht die volgens mij ook bij de ombudsfunctionaris ligt, is om te komen na verloop van tijd met een evaluatie. Dus daar ligt die opdracht, daar zit hij in besloten volgens mij. Dus ik begrijp niet wat u precies wilt. Nou,
Voorzitter, met uw toestemming wil ik dat wel even toelichten. In de laatste alinea staat dat de evaluatie door het college plaatsvindt. Dus het staat gewoon letterlijk in het raadsvoorstel. Dus als u dat eruit schrapt, dan vind ik het prima. Nee, daarmee is ook bedoeld dat we zeggen van, want u heeft ook opdracht gegeven bijvoorbeeld voor verwerving en selectie. Nou, een instrumentarium aanleveren voor een evaluatie, zo zie ik de opdracht voor het college. Maar uiteindelijk is ook de functionaris zelf die met de inhoud van die opdracht aan de slag gaat en daarmee verantwoording aflegt, zo zien wij dat, en college en raad. Dus zo moet u dat zien. En dat vind ik een hele logische. Mevrouw Hansen, nou, u heeft gezegd taakopvatting en evaluatie, volgens mij is dat helder genoeg. Ik denk dat we in staat moeten zijn om met elkaar goed te delen wat elkaars verwachtingen zijn. Dan kom ik even weer bij het verhaal van meneer Breukelman uit. Wat kunnen we nou wel en wat kunnen we nou niet verwachten? Want we moeten heel helder zijn in dat verwachtingspatroon om te voorkomen dat we in andere vaarwateren gaan varen, zeg ik dan maar. En dat we aan het eind van het jaar denken, terugkomen met een rapport, een terugkoppeling waar we niet op zitten te wachten. Dus die afspraak aan de voorkant helder maken met de ombudsfunctionaris, dus nadat hij of zij is geselecteerd, dat lijkt me wezenlijk van belang. En ja, u mag erop vertrouwen dat wij ons uiterste best doen om de juiste persoon te selecteren. En dat u dan in staat bent met een raadscommissie of een raadsafvaardiging om te zien of u daar ook het goede gevoel bij heeft. Dat vind ik wel essentieel. En volgens mij moeten we die professionaliteit met elkaar ook hebben om dat te kunnen. Dus ik zie ook niet de meerwaarde in om dat te zeggen, laat maar een hele trits mensen voorbij komen. Dat zou ik niet willen adviseren. Nee, ik kijk even naar u, maar ik moet eigenlijk naar meneer Reining kijken. Ik ben heel erg afgeleid, dat komt te doen. Hartelijk dank. Voordat ik de vraag over de tweede termijn ga stellen, wil ik even kort het rondje doen waar meneer Van der Grampel net om vroeg, namelijk een begeleidingscommissie, hoe men daar tegenaan kijkt. Ik begin links van mij. Ja, mevrouw Kloekhorst. Dat is ook wat ons betreft. Oh, meneer Kloekhorst, ja, ga uw gang. Ja. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, een ombudsman, een vrouw, is er wat ons betreft in de eerste plaats voor de samenleving, in de tweede plaats onafhankelijk, en pas ik een keer op plaats 13, 14 om een begeleidingscommissie in het leven te roepen. Ik weet dat er heel veel belangstelling voor is, maar dat maakt op ons geen indruk. Dank u wel, mevrouw Hansen. Nou, bij ons staat hij toch wat hoger op het lijstje en ik zou het geen begeleidingscommissie willen noemen, maar vertel maar een keer wat er aan de hand is, commissie. Oké. Meneer Reiling? Ja, daar hoef ik geen woorden aan toe te voegen. Ik ben het helemaal met mevrouw Hansen eens. Dat komt waarschijnlijk omdat u net ons ook al door elkaar haalt. Meneer Van der Grampel, ik neem aan dat uw standpunt duidelijk is, maar u mag er nog gerust wat over zeggen. Nou ja, goed, wat zijn de neem, begeleidingscommissie, goed, dat hoef je niet zo te noemen, klankbord, maar in ieder geval pak twee momenten per jaar om met de functionaris en een deel van de raad, het zou mooi zijn als dat zou kunnen, even zeker in die eerste aanloopfase van gedachten te wisselen over hoe het gaat. Dank u wel, meneer Breukelman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik meen, als ik me goed herinner, dat het zelfs op voorstel van het CDA was om al na één jaar met een evaluatie te komen. Nou, en om daar nog weer een overtreffende trap in te vinden, daar voel ik niet zoveel voor. Laat hem of haar eerst starten en een jaar is bij ons ook een goede termijn. En ik denk dat als er echt behoefte is, dat we allemaal hier mans genoeg zijn om hem of haar te vragen wat nou de stand van zaken is. Dus ik voel niet zoveel voor het voorstel. Dank u wel. Met excuus aan mevrouw Van den Hoek. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Het is net of hier een blinde vlek zit bij elke voorzitter, maar dat geeft niet. We zijn begonnen met dat de inwoners van Hardenberg misschien een onafhankelijke plek nodig zouden kunnen hebben om te kunnen vertellen in alle vrijheid, zonder dat er allerlei dingen formeel gedaan worden om een eventuele klachten of zo te kunnen uiten. Nou, op zich heel goed. Maar gaandeweg dit soort optuigingen van nog meer kerstboom, nog meer systemen, vraag ik me wel of we niet het doel een beetje voorbij schieten. En daar ben ik het echt heel erg eens met de CDA-fractie. Want in de afgelopen periode, in aanleiding hiervan, en het is een lang antwoord, maar ben ik ook gelijk klaar, vraag ik me af, hoezo moet er dan weer een commissie komen? Zo'n onafhankelijk persoon, als die wat waarneemt, of zij stuurt gewoon een berichtgeving, lijkt mij, en dan moeten we er wat mee doen. Dat is één. En eigenlijk verwacht ik dat van alle aanbieders van hulp en ondersteuning,
dat eigenlijk ook zouden moeten gaan doen. En dat ook bij die ombudsman brengen. Dan hebben we een compleet beeld van wat zij ophalen. Dus ik denk niet dat het nodig is om nog een instrumentarium in te richten. Maar gewoon naar een jaar te kijken. En hopen dat er proactief iemand daar komt te zitten. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Reiling? Meneer Reiling, ga uw gang. Ja, om het risico te vermijden dat het een hamerstuk of een bespreekstuk wordt. Als de wethouder de laatste zin van het voorstel wil aanpassen, de evaluatie zal door de ombudsfunctionaris worden uitgevoerd. En dat vervangt, het college weghaalt en dat vervangt door de ombudsfunctionaris. Als u dat wilt, dan mag het wat mij betreft weggehamerd worden. Nou, het wordt hoe dan ook of een hamerstuk of een bespreekstuk. Dus dat risico is onvermijdbaar, ben ik bang, meneer Reiling. Maar ik wil wel nog even... Wat ons betreft was de toezegging die de portefeuille al gedaan heeft reeds. En ook ruim en royaal voldoende. Maar ik kijk nog... Ja, daar sluit de portefeuillehouder zich bij aan. Is dat genoeg voor u, meneer Reiling? Oké. Dat is mooi. Dan zijn we bij het volgende agendapunt. Dat wordt inderdaad. Wordt het een hamerstuk of een bespreekstuk? Maar voor de vergadering van hierna? Hamerstuk? Oké, heel goed. Hamerstuk. Dan zijn we nu wel bij punt 6. En dat gaat over duurzaam afvalbeheer. Omgekeerd inzamelen fase 2. Willen alle fracties het woord? Niet alle fracties, wel alle fracties. Ja. Heel goed. Dan begin ik rechts van mij met meneer Nijhoff. Dank u wel, voorzitter. Voorstellen omtrent afvalbeheer hebben altijd de nadrukkelijke aandacht gehad van de CDA-fractie en dat is ook nu zo. Enerzijds vanwege de kosten die onze inwoners daarvoor via heffingen betalen en anderzijds vanwege het belang van een duurzame manier van verwerken van het afval dat we produceren. Ik wil bij voorbaat mijn dank uitspreken aan de ambtelijke organisatie voor het beantwoorden van een aantal vragen. Als CDA-fractie hebben we nog wel een aantal vragen bij het raadsvoorstel. De inzamelfrequentie van het restafval gaat van 1 maal per 4 weken naar 1 maal per 8 weken. Uit reacties van de participatieraad, plaatselijk belang buitengebied Gramsbergen, op social media blijkt dat veel inwoners problemen hebben met de voorgestelde aanpassing. En ook de door ons gevraagde opbouw van het aantal aanbiedingen laat zien dat circa 2400 inwoners 13 keer per jaar een restafval aanbieden. Dat is bijna 12% en dat is bijna 1 op de 8. Het door u gepresenteerde gemiddeld aantal aanbiedingen van 6,4 zegt ons dan ook niet zoveel. Omdat er ook nog bijna 5000 aansluitingen zijn die 0 tot 2 keer per jaar aanbieden. Wellicht is daarvan ook een groot gedeelte dat een afval via een andere manier afzet, bijvoorbeeld via een grotere container van een andere afvalverwerker. De vraag, wat kunt u doen, wat wilt u doen voor onze inwoners die het ophalen van het restafval eens per 4 weken echt nodig hebben? Ze doen dat niet omdat het gratis is, elke aanbieding wordt berekend. Het college geeft aan dat extra behoefte aan opslagcapaciteit wordt opgevangen door het systeem van ondergrondse afvalsystemen. Daarvoor krijgen alle woningen een gratis milieupasje. Dat is heel royaal. Maar zodra er gebruik van wordt gemaakt, moet er wel afgerekend worden via de eindheffing. We zijn ook verbaasd in de toren te lezen bij de fractie van GroenLinks iedereen gratis gebruik kan gaan maken van de ondergrondse afvalcontainers. Hebben ze even voorinformatie of is het hier de wens, de vader van de gedachte? De wens. Zwaar de wens. Mooi dat je er 7 dagen per week 24 uur per dag terecht kunt, maar de geschetste praktische problemen vanwege stank of mensen die fysiek niet of moeilijk in staat zijn hun afval weg te brengen, daar hebt u in uw voorstel nog geen oplossing voor. Vraag is dan ook, kan er voor deze specifieke groep zo nodig maatwerk geleverd worden? Dan het systeem van ondergrondse opslag. Daar moet ook voor geïnvesteerd worden, maar ook qua jaarlijkse kosten van €1.685 een duur systeem. Zeker gezien de verwachte forse daling van het aantal aanbiedingen, de restafval, naar 3,25 keer in 2019, lijkt het de CDA-fractie niet zinvol om hierin te investeren.
In de berekeningen hebt u deze investering en de kosten hiervan ook niet opgenomen. Wat is de argumentatie om toch te investeren in deze ondergrondse verzamelsystemen? Het herinvoeren van inzameling van GFT in het buitengebied roept bij het CDA de nodige vragen op. Wat is er de afgelopen jaren toch misgegaan qua duurzaamheid dat het GVT in het buitengebied niet is opgehaald? Zeker als je daarbij ook in oogschouw neemt de hoeveelheid GFT in het restafval in de kernen en in het buitengebied nagenoeg gelijk is. En de gepresenteerde verwachte stijging van circa 30% GFT, doordat 4000 gezinnen hun GFT mogen aanbieden, lijkt ons wel zeer hoog gegrepen. En we vinden ook vreemd dat de hoeveelheid GFT die inwoners zelf composteren, niet in de berekeningen wordt meegeteld. 4000 aanbieders in het buitengebied op een totaal van 21.000 aanbieders lijkt ons maximaal 19% op te leveren. Dat wordt nog gereduceerd naar krap 10%, omdat in de enquête bijna de helft heeft aangegeven niet voor herinvoering van ophalen van GFT te zijn. Omdat ze misschien zelf composteren. Is zelf composteren minder duurzaam dan via een hoogfrequent systeem van 26 maal per jaar een vrachtauto een fors aantal kilometers te laten maken om het GFT in Zwolle te verwerken? Mag ik meneer Nijhoff wat vragen? Ja. Hoe weet u zo zeker dat de niet ingezamelde GFT, dat die wordt gecomposteerd? Het kan toch ook best zijn dat het niet gescheiden wordt en dat het gewoon in de grijze container verdwijnt? En de cijfers geven daar, als je kijkt naar de vergelijking tussen bijvoorbeeld Steenwijkland en Harderberg, alle reden aan om dat te veronderstellen. Ja, maar dan vergelijkt u meerdere systemen. En ik zeg ook niet dat alle GFT in het buitengebied gecomposteerd wordt. Ik geef alleen aan dat ze misschien zelf composteren. Dat heb ik gezegd. Ik maak mijn vorige zin af, terwijl het gemiddeld aantal aanbiedingen van GFT maar op 11 ligt. En ze rijden er 26 keer per jaar. En u legt daarvoor de rekening van 18 euro extra ook neer bij deze inwoners van het buitengebied. Uitgangspunt duurzaam, maar niet duurder, gaat hier dus niet op. Vraag is of er een keuzemogelijkheid is om wel of niet GFT aan te bieden in het buitengebied. En of de heffing daar ook naar aangepast kan worden. Andere vraag is, denkt u dat u via extra voorlichting toch niet de doelstellingen kunt halen? Er zit in 2016 toch nog 13 kilogram papier per inwoner in het restafval en dat daalt niet en zelfs 32 kilo GFT. Andere vraag, hoe komt dit voorstel tegemoet aan de uitgangspunten van DIFTAR, namelijk dat de vervuiler betaalt? Gaat u daar in de tariefstelling voor vast recht en het bedrag per aanbieding rekening mee houden? Dan de laatste vraag. Klopt het dat door uw voorstellen de totale kosten eigenlijk stijgen, maar door het vervallen van de korting die het buitengebied nu heeft en dus straks opbrengst voor de gemeente wordt, u per saldo bijna 60.000 minder kosten heeft? En ik zal positief afsluiten. We zijn positief over het invoeren van containers voor PMD. Daarmee komt u tegemoet aan een aantal praktische problemen, alhoewel een container in sommige gevallen ook wel weer problemen op zou kunnen roepen. Tot zover. Dank u wel. Niet helemaal positief, maar toch. Meneer Boersma, ga uw gang. Dank u wel. Als rentmeester van deze aarde, dat hebben we al vaker gezegd, is de fractie van de ChristenUnie een warm pleitbezorger voor maatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid. Wij hebben ons altijd sterk gemaakt in deze zaal voor het terugdringen van afval, het omgekeerd inzamelen en de bewustwording van onze inwoners hoe ze met het afval moeten omgaan door te scheiden en het terugdringen van het aantal kilo's afval per persoon. Wij kunnen ons dan ook vinden in de voorstellen 2a en 2b voor het inzamelen van plastic, metaal en drankverpakkingen. We zijn blij met het voornemen bij de grondgebonden woningen een bak te plaatsen met een oranje deksel en het plaatsen van een aantal ondergrondse containers bij hoogbouwwoningen. Het inzamelen van PMD is alleen mogelijk voor huishoudens. Scholen worden gezien als bedrijven en moeten hun afval bedrijfsmatig laten afvoeren. Jammer dat scholen hun plastic niet kunnen inleveren. En we vragen de wethouder
na te gaan of het voor scholen mogelijk is het plastic in te zamelen en aan te bieden, waardoor leerlingen zich bewust worden van de berg afval die ontstaat door het in de prullenbak gooien van plastic flesjes en verpakkingen. Als voorstander van het ophalen van groen afval stemmen we uiteraard in met voorstel 3 om ook in de buitengebieden de GFT-bakken weer in te zetten. Waar we twijfels over hebben, is de inzamelfrequentie van het restafval. Het klopt dat de grijze container gemiddeld 6,3 keer per jaar wordt aangeboden. En dan is de rekensom, als je snel kijkt, snel gemaakt. Eens in de 8 weken de grijze container en dat lijkt genoeg. Maar niets is minder waar. Er zijn mensen die de grijze bak sporadisch aan de weg zetten. Ik hoorde laatst iemand 1 keer in de 13 maanden. Maar, en daar zit de kneep, maar de grijze container van grote groepen inwoners is na 4 weken echt helemaal stampvol. Denk eens aan een jong gezin met 1 of 2 kinderen in de luiers, of ouderen met incontinentiemateriaal, om over de stank nog maar niet te spreken. En we zijn op dit punt, net als het CDA, veelvuldig benaderd. Om tegemoet te komen aan die inwoners die de container na 4 weken vol hebben, stellen we voor om vooralsnog de komende 2 jaar, en dan willen we het opnieuw bekijken, dat heeft ook met een ander voorstel te maken wat we zometeen gaan lanceren, om de komende 2 jaar de leging van de grijze container om de 4 weken te laten plaatsvinden. Het voorstel dat voor ligt spreekt over de mogelijkheid, als de grijze container vol is, het restafval in een ondergrondse container te dumpen. Nou, laten we even realistisch blijven. Als er voldoende ondergrondse containers in de wijk zouden staan, is dat geen probleem. Wij hebben wel eens gezegd, voor ons mag de grijze bak worden afgeschaft, mits er echt in de wijk voldoende ondergrondse containers zijn, dicht bij de huizen. Maar een inwoner moet, naar onze mening, in dit voorstel een te grote afstand afleggen met een stinkende en misschien wel druipende vuilniszak om deze te kunnen storten. En daarnaast past het niet bij de duurzaamheidsdoelstelling dat het huisvuil met de auto wordt weggebracht. Een klein puntje. Wij zijn ervoor op termijn afschaffen van de grijze container. Ik zei het net. Mits er in elke wijk voldoende ondergrondse containers zijn. En zolang dat niet het geval is, zal het restafval eens in de 4 weken worden opgehaald. En is het aan de individuele burger te beslissen hoe vaak en dus tegen welke kosten hij zijn restafval wil aanbieden. In Nederland gooien we jaarlijks 1 miljard, ja u hoort het goed, 1 miljard babyluiers weg. Een schatting is dat er eenzelfde hoeveelheid bijkomt aan incontinentieluiers van ouderen. Kortom, een hele afvalberg. Op dit moment worden luiers met het restafval verbrand. Met als gevolg dat de giftige stoffen in de lucht verdwijnen en de grondstoffen verloren gaan. In een aantal gemeenten, waaronder Apeldoorn, worden proeven gedaan met luierrecycling. De fractie van de ChristenUnie doet een beroep op de wethouder en de raad ook in Hardenberg een proef te starten. We zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder. En als die proef dan straks goed slaagt, dan kunnen we over 2 jaar eens kijken of de grijze bak niet 1 keer in de 8 weken geleegd kan worden. We hebben in Hardenberg gekozen voor een systeem van enerzijds vast recht en anderzijds betaling per leging, de vervuiler betaalt. Dit systeem komt voor uit de gedachte van solidariteit en anderzijds de vervuiler betaalt. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het huisvuil kan worden opgehaald. Maar elk huishouden, elke voordeur, betaalt evenveel vast recht. En we vragen de wethouder om voor de vergadering waarin de begroting 2018 oriënterend wordt besproken, de raad een voorstel voor te leggen dat uitgaat van differentiatie in het vast recht tussen een 1- en een meerpersoonsgezin. Ook op dit punt zijn we benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder. En tenslotte, hoewel het zijdelings met het raadsvoorstel te maken heeft, vragen we de portefeuillehouder of hij plannen heeft om, net als meerdere gemeenten in ons land, in het onderwijs- en educatieprogramma te introduceren, dat jongeren bekend maakt met en voorbereid op duurzaam afvalbeheer. Jong geleerd is oud gedaan en we weten dat jongeren met dat verhaal thuiskomen en hun ouders ook nog een beetje opvoeden. Dus samenvattend, wij zeggen de inzamelfrequentie kan nog niet na 1 keer in de 8 weken. We vragen naar inzameling van PMD voor scholen. We stellen een proef voor met luierrecycling. We vragen om een raadsvoorstel naar de mogelijkheden tot differentiatie van vast recht. En we doen een suggestie voor educatie over afval in het onderwijs. Dank u wel. Hartelijk dank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, de vragen die gesteld zijn door de ChristenUnie en CDA, daar heb ik zelf meegemaakt bij de geboorte van een tweeling. Dan kom je niet aan, daar kom je niet uit met één grijze container.
Wat ik toen gedaan heb, is bij Rova gevraagd van, goh, kan ik een extra container krijgen? En dat kon. En dat was toen, zonder dat je daar extra vastrecht voor betaalt, maar je betaalt wel belediging. Is dat ook voorzien in deze aanpak? Want ik vind dat in het voorstel niet terug. En daarmee zou je wat dat betreft het probleem ook op kunnen lossen. Daarnaast zie ik ook vaak in het straatbeeld verschillende afmetingen van containers. Dus als je een kleinere container hebt, maar je hebt ook een hele grote. En wellicht is iemand daar ook mee geholpen, want niet iedereen heeft plek voor twee containers, dat snap ik. Dus daar graag antwoord op. Dan, voorzitter, ten aanzien van het GFT in het buitengebied. Er wordt veel gesteggeld met vermeende compostering, et cetera. Maar ik ben dus wel geïnteresseerd in de stapwatch die ze nu ingevoerd. En ik zou wel eens willen weten wat nu het aandeel is van ingezameld GFT in Staphorst. En in vergelijking met Hardenberg nu. Want dan hebben we eindelijk eens een keer dat probleem opgelost van hoeveel wordt er nou eindelijk gecomposteerd. Want ik denk dat het reuze meevalt. Een enkele agrariër dagen later die een mesthoop heeft waar hij het op kan gooien. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ik kan alle vragen die zijn gesteld zijn kort houden, waarbij mijn fractie zich met name aansluit bij hetgeen meneer Nijhoff zeer zorgvuldig allemaal uiteengezet heeft met alle uitwerkingen van dien. Voor ons blijft eigenlijk de hoofdgedachte over dat wij op zich de ambitie die in het plan ligt wel onderschrijven. Ook niet in de laatste plaats omdat het een uitvoering is van de hergebruiksdoelstelling zoals die uit Den Haag is opgegeven. Maar wat ons blijft verbazen, en we hebben het al eerder aangegeven, is waarom die kosten niet naar beneden gaan. De inspreekster, mevrouw Schouw, zei het al, er is een 100% vermindering in dienstverlening voor zover de grijze container betreft. En dat is de positieve uitleg. Maar als ik hem vanaf 2014 zie, dan is het eigenlijk 400% minder. Hij werd immers toen de tijd opgehaald, één keer in de 14 dagen. En dat gaat nu zo meteen één keer in de 8 weken. Dat zou toch redelijkerwijs een vermindering van de, in ieder geval, kosten tot gevolg moeten hebben die te maken hebben met het ophalen van vuilnis. En in mijn eenvoudige beleving is dat een groot gedeelte van de kosten. Maar ziet het eigenlijk nergens in terug, omdat in de hele verantwoording van uw kostenprofiel dat eigenlijk niet te herleiden is. Er staan wel wat dingetjes, meneer Nijhoff zei het al, ja, wat gaat nou minder, wat gaat meer. Maar als ik het zie, en dat is toch een vraag die ons blijft bezighouden, is waarom dus die kostprijs niet structureel naar beneden gaat. Het is verwaarloosbaar het bedrag wat naar beneden gaat aan vast recht. En dan hebben we ook nog de 1 miljoen opbrengst uiteindelijk voor PMD. Dat zou toch moeten leiden op jaarbasis tot een structurele verlaging van de kosten. En als dat het geval zou zijn, dan zou wat ons betreft eigenlijk een heel aantal problemen opgelost zijn. Want dat zou betekenen, en ik verwijs weer naar mevrouw Schouw, dat daarmee dus voor zij die het goed doen, hè, zij die voldoen aan alle goede ambities, geen kleine kinderen hebben, niet lichamelijk ongezond zijn, dus geen dingen kunnen doen die de voorgangers al aangegeven hebben, dat die dan een soort van bonus krijgen op het systeem. Maar voor al die mensen die dat niet geldt, dan met hun pasje, wat inderdaad het pasje gratis is, maar de aanbieding niet, dan zelf zouden kunnen kiezen of ze extra willen aanleveren of bijvoorbeeld geen gestink naast de deur willen hebben. Want je hebt gewoon afval dat zich gewoon niet verdraagt 2 maanden in de zon. En dat zou natuurlijk veel prettiger zijn. En het past ook in ons gedachtegoed als je dan door middel van de keuze uiteindelijk terug zou komen op het vastrecht. Wat nu, het woord zegt, dat al vast daarin zit. Wat ons heeft mist daar heel erg de flexibiliteit in. En dat blijft eigenlijk het hoogpunt. Even een bijvraag is of de 1350 mensen die meedoen aan een enquête, of dat nou wel representatief is voor de hele gemeente Hardenberg. En hoe die groep eruit zag. Het is natuurlijk wel tamelijk van belang als je je baseert op zo'n kleine groep, dat die wel heel erg representatief is. Dus daar vraag ik een kleine opmerking over. Ja, en dan blijft het erover op zich. Hè. We hebben al een aantal keren hier u gevraagd om eens te bekijken hoe dat nou precies zit. En u geeft aan in het stuk van ja, dat heeft daar niet zoveel zin. Want we zijn tamelijk gebonden aan de ROVA en dat maakt het wat ons betreft niet heel veel prettiger. Want gebondenheid leidt doorgaans niet tot de meest ultieme vorm van dienstverlening. Daar kan ieder anders over denken, maar in onze beleving daar wat vragen bij. Ik vind het heel jammer dat u bijvoorbeeld aangeeft, ja, dat doen wij eigenlijk niet, hè, want het heeft geen zin. We zijn gebonden en ook mocht er wat overblijven, dan krijgen we die uitkering toch wel. En tenslotte kan ik u als bewoner van de hoogbouw zeggen dat ik het wel heel merkwaardig vind dat ik geacht word dan wel mijn GFT niet te willen afscheiden. Alsof ik geen groente en of fruit eet. En te meer ook nog de aanname dat wij van de hoogbouw het heel erg vervuilen, voorzitter. Alsof dat een bijzondere kwalificatie is voor het zijn van bewoner van hoogbouw. Voor de eerste termijn wilde ik het daar graag bij laten.
Dank u wel. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Eigenlijk als ik het vanavond zo even overzie, dan is het van afval bestaat niet, maar waarom is het zo duur om kwijt te worden? Wat betreft de opmerkingen die al gemaakt zijn, ik schaam me voor een groot deel achter wat de heer Nijhoff heeft gezegd. Blijven voor ons maar een paar kleine vragen over. Dat is in eerste plaats van, is men ook bereid om te kijken om in het buitengebied op vrijwillige basis GFT in te zamelen? Maar mij is altijd nog geleerd van, met onwille honden is het kwaad hazen vangen. Maar goed, dat hoor ik wel. Dan een tweede vraag van, blijft die PMD-zak die we nu gebruiken ook beschikbaar als straks de container komt? Want ik heb persoonlijk de ervaring dat ja, de fruitvliegjes zich heel snel verplaatsen van de GFT-bak naar mijn plastic zak, zeg maar. Maar dat zou ik dat handig vinden. Dan even echt een futiliteit, maar ja goed, ik moet er ergens over hebben. Die derde container, die krijgt een oranje deksel. Nou vind ik het ja, wel passend op Koninginnedag. Maar mijn vraag is eigenlijk, is blauw ook mogelijk? Want dat lijkt me wel een leuke suggestie richting VVD en ChristenUnie. Zij voeren dat in een logo, die kleur. Niet zo lang geleden voerde de PvdA dat ook nog. En dan ga ik ermee vanuit dat CDA, D66, GroenLinks en op koers eigenlijk als hoofdkleur groen hebben. Ik wil het ter overweging meegeven. Mevrouw de voorzitter, mag ik? Gaat u hier een motie over indienen? Zoals gewoonlijk wachten we even de reactie van de wethouder af. Hartelijk dank, meneer Kloekhorst. Maar als er problemen zijn met de kleur, dan is er wat mij te overleggen. Daar was het voor. Mevrouw Hansen. Sorry, even mijn tijd nodig. We gaan niet over de kleur hebben. Net als ChristenUnie voelen wij ons ook verantwoordelijk voor de nalatenschap aan onze toekomstige generaties. Wij noemen ons misschien niet de rentmeester, maar we voelen wel dezelfde verantwoordelijkheid. Met dat in gedachten hebben we voor het merendeel dezelfde opmerken, ideeën en suggesties. Onder andere het maatwerk, continentiemateriaal, de oplossing van meneer Jonghans vraagt de tweede container aan. Wij hebben een tweede container die we bijna nooit naar buiten zetten. Dus zonder extra kosten, alleen voor de lediging. Of dat meegaat, weet ik niet. Het zou mooi zijn. Het is een project dat we aangaan met elkaar. En wat dat betreft kun je heel veel aannames doen. Maar wat mij betreft zit het dan ook weer in de monitoring. Van wat gaat er fout? Hoeveel klachten zijn er? En zoals men ons ook een beetje kent, zijn wij van het redelijk alternatief. En waarom zouden we dan van 4 naar 8 weken gaan, terwijl we ook op 6 weken kunnen gaan zitten? Dank u wel. Mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. GroenLinks. Dus wij willen graag ver in de toekomst kijken en hebben een wensdroom. En dan kan ik een heel Save the World verhaal gaan houden, maar dat hoef ik u niet te vertellen, want wij zijn GroenLinks. Maar we zijn ook pragmatisch en het moet haalbaar zijn. Wij denken echt oprecht dat 1 keer in de 8 weken haalbaar is. Maar niet vandaag. En daar hebben we wel tijd voor nodig. Dit hele verhaal loopt al een tijdje. Het is niet van vorig jaar. We hebben het al een aantal keer uitgesteld. Dus we moeten wel ergens tering naar de nering zetten. Wat ik had gehoopt was met de discussies die eigenlijk nu opnieuw herhaald worden, ook nu dit voorstel er ligt van de keer daarvoor, de keer daarvoor en de keer daarvoor. En zelfs al waren toen we begonnen met het hele omgekeerd afvalverhaal, is er eigenlijk relatief weinig veranderd. Hè? De weerstandsredenen zijn nog steeds hetzelfde. De redenen om het wel te doen zijn ook nog steeds hetzelfde. Dus wanneer gaan we dan keuzes maken? Nou, een tussenvariant zou leuk zijn. Maar slaan we dan ook de slag naar die duurzaamheid die we eigenlijk allemaal willen? En hoe krijgen we dan voor elkaar, en dat is dan toch de hamvraag, dat de kosten niet bij onze inwoners terechtkomen? En eerlijk is eerlijk,
Of het nou over 1 euro nog wat belediging gaat of over 18 euro vastrecht erbij en dat wordt minder, dat zijn peanuts. Volgens mij gaat het om het idee dat iets op gaat leveren wanneer dat verkocht gaat worden. Want ja, je gaat omgekeerd en iemand doet daar wat mee en uiteindelijk betaalt de inwoner dat. Heb ik één concrete vraag sowieso. Vastrecht, daar hebben we het steeds over, bestaat volgens mij uit verschillende componenten, waaronder slechts een onderdeel gaat over de afval. En volgens mij wordt het wel eens tijd dat dat eens goed wordt uitgelegd, waarom dat bedrag dan zo gelijk is getrokken. B, als we op alle dingen maatwerk leveren, waarom kunnen we dat hier dan ook niet op een bepaalde manier doen? En C, als we dan wat ons betreft toch de stap zetten om de meest rigoureuze keuze te maken, wat voor mogelijkheden kunnen we bieden om die overgangsfase in het leren omgaan, ertoe komen, te faciliteren naar onze inwoners toe? En dat is dan naar de meneer Nijhoff. Hoe mooi is het dan als we dan in die tussenfase gratis het weg kunnen brengen, zodat we kunnen leren? Want we moeten eerst leren lopen. Voorzitter, mag ik mevrouw Van der Hoek wat vragen? Denkt u niet dat als je de mogelijkheid aanbiedt om het gratis aan te bieden, dat er dan een explosie van afval zal gaan ontstaan? En het is toch een goed principe, het lijkt me ook, ik heb het GroenLinks vaak zien hanteren, dat de vervuiler betaalt. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dat is fijn dat u die vraag stelt. Klopt, de vervuiler betaalt. Maar we hebben ook geleerd dat je een periode nodig hebt om te leren wat vervuiling inhoudt. ChristenUnie kwam met een verhaal hoe wij dat dan kunnen meenemen in ons onderwijs, dat het iets normaals wordt. Maar mevrouw Van Doek, het is toch niet een nieuw fenomeen dat er afval geproduceerd wordt? Jonkers, wij voeren hier 4 jaar een discussie. Blijkbaar is het echt heel erg lastig, ook in deze raad die gaat voor duurzaamheid, om een gedegen besluit te nemen. Dus ik denk niet dat ik iets heel raars zeg. Het gaat over de wens en hoe je het gaat halen en daar zitten we tussen. Dus ik denk niet dat het raar is wat ik zeg. Dank u wel. Kijk je naar de portefeuille? Mevrouw de voorzitter. Afval. Het is niet de eerste keer dat we met elkaar hier over dit onderwerp spreken, volgens mij. Ik heb wel eens gedacht toen ik in de aanloop hier naartoe vanavond, van is afval nou emotie of is het de grondstof? Het is misschien een mooie vraag die we nog met elkaar kunnen bespreken, want soms denk ik ook wel dat het emotie is. En dat is geen verwijt, want ik zie om ons heen, in ons liggende gemeente, die stap inmiddels hebben gemaakt, dat ze uitermate tevreden zijn. Ik refereer even aan Staphorst, hebben we volgens mij ook genoemd. Staphorst werkt nu met dit model 1,5 jaar. Ik heb vorige week gesproken met de wethouder, die zegt geen klachten. Een geweldig scheidingspercentage, afval in dit geval. We zitten hier op 72% scheiding, hè? Scheidingspercentage. En inmiddels zitten ze in Staphorst op 87%. En juist door die prikkel, de koppeling van minder vaak inzamelen, maar wel voor een goede overloop zorgen, dat is een ondergronds systeem, zorgt ervoor dat de mensen die gemiddeld wat meer afval hebben, toch dat kunnen aanbieden. En daar kun je ook mee spelen. Want u weet net zo goed als ik, een container kost op dit moment ongeveer een grote container 9 euro per keer. Het aanbieden aan een ondergrondse voorziening is ongeveer 1,20 euro. Per keer. Daar kun je dus wat mee doen. Dat betekent ook in de besparing. Want als je nu kijkt naar de sorteeranalyse, u heeft allemaal erbij gehad, de monitor, waarin u de sorteeranalyse kunt zien van de gemeente Hardenberg. En in die sorteeranalyse zit maar liefst 30%, alleen maar slechts 30% is eigenlijk restafval wat erin hoort. De rest is een combinatie van glas, papier, PMD en GFT. Dus we kunnen met ons scheiden, als we beter gaan scheiden, nog veel betere resultaten bereiken, die uiteindelijk ook leiden tot minder kost. Daar gaat het om. En we gebruiken de materialen weer als grondstof. En daar is wat wij naartoe willen met dit voorstel, want volgens mij zitten we er heel dichtbij. De helft van onze huishoudens heeft inmiddels praktijk van 1 keer per 8 weken. En ja, andere helft dus niet. Dat snap ik heel erg goed. Maar daarvoor hebben we ook gezegd, in de aanloop naar die verduurzaming, want verduurzaming staat voorop, bieden wij die ondergrondse systemen aan. We hebben inmiddels 79 systeem in de grond, verspreid over de gemeente. En ik zal zorgen dat u in de aanloop naar de volgende keer een overzicht krijgt waar ze dan zijn. En we hebben ook gezegd,
Ook in de kleinere kernen willen we zo'n ondergrondsysteem gaan regelen. Waarbij de grens ligt op ongeveer 600 inwoners. Ja, u zit er net onder, zie ik, mevrouw Hansen. Dat is nog niet jammer. Maar dan moet u nog beter scheiden. Dan hoeft u misschien maar niet naar die ondergrond toe. Laat dat het verhaal doen. Maar dat is waar het om gaat. En we hebben als uitgangspunt gekozen bij dit systeem duurzaamheid. Daar kunnen we niet op tegen zijn, volgens mij. Serviceniveau. Dus minder vaak inzamelen, maar in de overloop, in de compensatie daarvoor een ondergrondsysteem. Ja, we zorgen voor een container. Daar is die. U ziet hem hier, meneer Kloekhorst. Hij heeft nog een oranje deksel. Ik vind hem wel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Maar als we nou met elkaar in staat zijn om te zorgen dat we straks zoveel restafval hebben wat hier nog ongeveer inpast, zeg maar. Dan zijn we spekkoper allemaal. Gemeente, maar u ook als inwoner en als raad. Serviceniveau, PMD in een container. Veel gehoorde wens uit die enquête. U heeft ook iets gezegd over die enquête. Ik heb daar vanavond mensen over gehoord. Het is een enquête geweest die we hebben bekeken op basis van ervaringen bij de gemeente Voorst. Die zaten met hetzelfde vraagstuk als ons. En dat gaf toch een goed beeld. Meneer Gelling, u gaf aan van ja, is dat wel representatief? Ja, percentueel zeker. Maar als we kijken zeg maar, naar de respons verdeeld over onze gebieden, vinden we dat ook wel representatief. Dus het is niet zo dat alleen maar Hardenberg, of de stad Hardenberg heeft gereageerd. Nee, binnen- en buitengebied, hoogbouw, laagbouw, heel veel mensen vonden er wat van. En we hebben ook naar aanleiding van ons voorstel heel veel reacties gekregen. Ook van mensen, meneer Nijhoff, die zeiden ja, lukt dat wel, kan dat wel? Maar als je niet precies weet waar de ondergrondse systemen komen, kan ik me ook die vraag heel goed voorstellen. Dus we hebben ook gezegd, laten wij nu goed in beeld brengen waar ze komen, om die emotie misschien daarin weg te nemen. Kostenniveau, daar kom ik straks nog wel even op terug bij meneer Gelling. Ja, de kostenlijn lager dan die nu het geval is van dit systeem. Want u weet ook nog heel goed als ik, 2 jaar geleden stond ik er ook. Nee, stond ik er niet, zat ik daar, want u stelde zoveel vragen dat ik dacht van, volgens mij komt het niet goed. En toen zijn we teruggegaan. Want toen zei u ook van, ja, die ondergrondse systemen, dat is allemaal mooi en aardig, maar het kost wel 6 ton. En wij hebben gezegd, ja, als dat duurder is, en we zijn in staat om duurzaamheid, kosten en serviceniveau aan elkaar te verbinden tegen lagere kosten, dan moeten we daarvoor gaan. En we komen straks nog wel even terug op uw vraag daarbij. En het is, geachte raadsleden, heel erg mogelijk. Ik heb wel eens het gevoel dat we ook wel wat koudwatervrees af en toe hebben bij verandering. Juist ook op dit terrein. En ik snap heel goed dat er mensen zijn, inwoners zijn met gemiddeld meer aanbod van vuil, van restafval, incontinentiemateriaal, luiers, daar willen we heel goed naar gaan kijken. Want bij onze buurgemeente Ommen, maar ook in Staphorst, kwamen die vragen ook toen. Hoe gaan we dat oplossen? Maar ik zal u wel vertellen, als er nu mensen geholpen moeten worden, om wat voor reden dan ook, dan moet dat nu ook met die container. Dus dat gebeurt, er worden nu ook vaak wel oplossingen op buurt- en wijkniveau gevonden om het voor de buren goed te regelen. En waarom zou dat niet kunnen bij dit systeem? En dan hoor ik mensen zeggen, ja, maar dan moet ik straks met mijn zakje met stinkend materiaal misschien over de weg. Dan denk ik van, ja, als u goed scheidt, hoeft dat misschien helemaal niet. Nee, maar het is ook even andersom denken, hè. Het is ook even andersom denken over afval met elkaar. Ja, u lacht erom. Maar dat is vaak wel de simpele redenering die we bij afval hebben. Maar u zegt... Als u goed scheidt. Sorry. Mag ik nog aan de voorzitter, ja, dat... Ga je gang, meneer Boersma. Maar toch even, hè. Ik snap wat u zegt. En dat moet u ook vooral doen vanuit uw ideologie, want anders had u het voorstel niet op tafel gelegd. Maar nou even, je hebt een kind en die gaat, heeft 5 luiers op een dag. En die poept er ook nog eens een keer in. En die zitten in een plastic zak en die moet je wegbrengen. Vindt u dat dan fris? En dat is ons punt van... Moeten we die mensen, nou ja, een tweede container, laat gewoon 4 weken die auto rondrijden. Nou, dat is even het punt wat wij ingebracht hebben. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, ik begrijp uw punt. Aan de andere kant denken wij door het creëren van ondergrondse voorzieningssystemen, dat je dus die zak 24 uur per dag kunt inleveren. Terwijl je anders had moeten wachten in die container tot het moment dat die opgehaald werd. Nou ja, goed, ik heb u gevraagd, die toestemming heb ik net gedaan, laat me alsjeblieft het kaartje zien. Dus als we het straks in de raad gaan bespreken, hoop ik dat erbij te hebben. Ja. En dan kunnen we ook beoordelen ongeveer wat de gemiddelde afstanden zijn tussen naar de container. Oké. Goed. Zal ik even doorgaan, mevrouw de voorzitter?
Maar even vanuit die uitgangspunten, serviceniveau, duurzaamheid bovenaan, serviceniveau en kosten, dat is de basis geweest voor dit voorstel. En milieudoelstellingen, daar hebben we nog best een hele slag te slaan als u kijkt naar de sorteeranalyse die u allemaal in die monitor heeft zitten. Dus, en ik merk ook dat de scheidingsbereidheid, dat heeft u uit de enquête kunnen halen, die is hoog. 88% volgens mij zegt van nou, we kunnen nog wel een stapje verder gaan, mits we ook geprikkeld worden om dat te doen. Daar gaat het met name om. En volgens mij is dat mogelijk. Ik heb ook meegedaan aan dezelfde project waar mevrouw Schalk vanavond hierover sprak. 100 keer 100 keer 100. En het was een hele opgave om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk restafval had. Maar als je er echt goed naar kijkt, en dat is niet een kwestie van de hele dag mee bezig zijn, maar gewoon ritme en discipline daarin vinden, dan lukt je dat. En je raakt niet alle restafval kwijt. Zo realistisch moeten we op dit moment ook zijn. Maar we kunnen wel terug. Want we zitten nu op 108 kilo per persoon per jaar. En Staphorst, dames en heren, na anderhalf jaar zit op 58 kilo op dit moment. Door het systeem wat ik hier wil invoeren. Dan zeggen wij toch niet van, laten we maar een overgangsperiode regelen. Of laten we naar 6 weken gaan. Dat vind ik wel wat angstcultuur, moet ik eerlijk zeggen. Je moet het goed regelen voor de mensen die het niet kunnen. Daar ben ik helemaal mee eens. Daar moeten we ook communicatie op zetten. Dat doen we met buurt- en wijkverenigingen. Dat doen we met de samen doen teams. Maar laten we nou deze stap nemen. Dat is wat ik u nou toe wil oproepen. Angst is maar voor even. En spiet is voor altijd. Ik ga naar de vraag. Meneer Nijhoff. Ik heb iets gezegd over 1 keer per 4 en 8 weken. De overloop die wij creëren. En door beter te scheiden. Moet het gewoon gaan lukken. Om heel dicht bij die 8 weken te komen. Of misschien nog wel laag. Ik sprak de wethouder weer vorige week in Staphorst. Die zei, als wij luiers uit die restafval kunnen halen, dan zijn wij hier zelfs in staat om de restafvalcontainer 1 keer per 12 weken aan te gaan bieden. Als je kijkt naar de sorteeranalyse van Staphorst op dit moment. Zo keihard zijn die gegevens. U kunt het ook terugzien in de staten waar wij staan als gemeente in de regio. Daar staan we niet zo best voor. Milieupasje heb ik iets, volgens mij, milieupasje gratis. Ja, wat is gratis als je moet betalen? De vervuiler betaalt. Ik vond wel mooi dat u dat zei trouwens, de vervuiler betaalt. Maar in het VN-verdrag, ik weet niet of u dat kent, staat ook voorzitter, de gebruiker betaalt. Voorzitter, meneer Jonkhans. De wethouder gebruikt elke keer de vergelijking met Staphorst. Maar het kan best zijn dat per aansluiting daar wel minder mensen per adres wonen. Nou heb ik dat vermoeden niet, maar heeft u daar inzicht in? Nou, als u op mijn gevoel een beroep doet, dan zeg ik heb niet het gevoel dat er minder mensen wonen. Maar ik kan het ook niet onderbouwen. Nou, ik denk niet dat het per saldo zo heel veel zou afwijken van een gemiddelde huishouding hier. En ik gebruik het veel meer als voorbeeld om te laten zien dat het ook echt kan als je het wilt. En ja, we zullen even moeten wennen aan een nieuw systeem. Maar we bieden juist ook die service door die ondergrondse voorzieningen daarop in te richten. Ik was volgens mij bij meneer Nijhoff. Over de kosten, daar komen we zo nog even op terug. Laat ik meneer Theo Lemmen nog iets over zeggen. Als het gaat om onderhoud van dit systeem. Buitengebied GFT, ja, dat is een interessante. We hebben gezien aan de hand van sorteeranalyses, anders krijgt u die informatie nog van mij. Dat we daar nog heel veel winst te behalen hebben. Gemiddeld in het restafval nog ruim 30 kilo GFT. Dat is heel veel. Als we kijken naar sorteeranalyse in het buitengebied, en die informatie heeft u volgens mij nog niet, dan zit het op ruim 50 kilo. We doen sorteeranalyse in het buitengebied. Als u dan in staat bent om dat eruit te halen met zo'n systeem, dan kunt u wel zeggen, ja, 18 euro betaal ik meer. Ik zeg, u bespaart 18 euro, want u bespaart misschien wel 2-3 containers aan restafval per jaar. Meneer Nijhoff? Ik was toch stellig onder de indruk dat in mei bij die informatieavond, dat er werd gezegd van rest of GFT in het restafval, zowel in de kernen als in het buitengebied, ongeveer gelijk. Als dat het geval is, als u die informatie heeft, dan zeg ik, nou, dan zijn we ingehaald door de waarheid, zeg ik maar even zo langzamerhand. Want wij hebben nog een keer heel goed gekeken afgelopen weken naar sorteeranalyses gemiddeld over de gemeente. Misschien hebben we ons daar te veel op gebaseerd. We hebben ook gekeken met specifiek in die buitengebieden. Want ik had natuurlijk de vraag kunnen verwachten vanavond. Ja, maar wacht even. Je praat over gemiddelden. Hoe zit het dan specifiek in het buitengebied? En wij kunnen u laten zien, en die informatie moeten wij u gewoon aanzenden, vind ik, dat in het buitengebied gemiddeld veel meer GFT in het restafval zit.
Als we dat er nou uit kunnen halen, dan bespaart u als inwoner van het buitengebied 4000 adressen. Denk er goed om, 4000 adressen. Waarvan 750 met agrarische, met een agrarische achtergrond. Maar 4000 adressen. En er zijn heel veel mensen die ons afgelopen jaar hebben benaderd en hebben gezegd, waarom hebben wij niet zo'n GFT-container? Wij willen hem graag. Want ook als het gaat om composteren, dat heeft u ook genoemd volgens mij, daarvan is het effect tot nu toe redelijk gering. Dat weten wij ook vanuit de praktijk. Want als je het hebt over GFT, dan heb je het over groente, fruit en tuinafval. En de meeste fractie is, de grootste fractie, het meeste volume, zit dan wel in groente en fruit. En heel veel mensen zeggen van ja, maar dan ga ik niet composteren, want ik krijg alleen maar gedoe in mijn tuin. Overlast, hygiëne, ongedierte, dat wil ik dus niet. Daar wil ik een container voor. En 30% van het GFT buitengebied, dat is alleen maar tuinafval. Daar kun je nog iets mee doen. Als je dat er nou uit ziet te vissen. En je kunt dat terugbrengen. Een grote composteerder die Rova heeft. Want Rova heeft gezegd, alle opbrengsten daarvan, de meeste opbrengsten daarvan, die gaan we in de vorm van groen gas teruggeven aan de gemeente. Onze energievoorziening is daar voor een deel op gebaseerd als het gaat om de gemeentewerf, de Voorvechter, Matrix en vier sporthallen op dit moment. En als dat een vlucht neemt, dan kunnen we in de toekomst nog veel meer daar het voordeel van halen. Dat hebben we niet eens betaald in Gelling, nog in opbrengsten, zeg maar, die terugkomt via de sluis van groen gas van Zwolle naar Hardenberg, zeg maar even. Dus daar ligt een kans en een mogelijkheid om daar wat mee te gaan doen. En dat is ook mijn reactie op uw GFT-verhaal, want volgens mij was dat ook uw vraag. Ik ga naar extra voorlichting. Ja, dat lijkt me helder. Wij zullen in onze communicatie heel helder moeten zijn wat men kan verwachten. Wanneer het ingevoerd gaat worden, waar men terecht kan voor vragen en informatie. We hebben anderhalf jaar geleden het volledige ondergrondse systeem ingevoerd. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met de omgeving, met de buurt, om ze te laten zien van wat dat precies betekent. Gaf in het begin ook nog wel wat reuring, maar na een half jaar was dat helemaal weg. En voor maatwerkgevallen, we kunnen niet in alle gevallen maatwerk leveren, zeg ik wel eens. Want het lukt niet in een collectief systeem 100%, maar we kunnen er wel naar streven. En de vervuiler betaalt, ik heb ook gezegd, de gebruiker betaalt. Meneer Boersma, ja, het scholen, dat is een hele goede vraag die u stelt. Tweeledig eigenlijk. Als het gaat zeg maar om bedrijfsafval, het scholen vallen onder bedrijfsafval, dan bepaalt ook zelf een inzamelaar daarvoor. Dus ik denk dat in de meeste gevallen scholen hun eigen inzamel organisatie kiezen. En dat hoeft niet altijd dus in dit geval Rova te zijn. En mooi dat u zegt rentmeesterschap, want dat past volgens mij wel heel mooi in dit thema. Maar dat heb ik ook wel eens bij een andere partij gehoord, die term geloof ik. Educatie, ja, dat is een wezenlijke. Rova organiseert jaarlijks ook activiteiten volgens mij. Ik kijk ook even naar de mensen van Rova. Die zitten hier ook op de tribune. Hallo. En die organiseren juist ook voor voortgezet en basisonderwijs. Ik ben zelf wel eens af en toe bij de aftrap van zo'n activiteit, waarin kinderen heel erg bewust leren omgaan met afval. Wat gooi ik op welk moment weg? Wat betekent dat voor milieu en voor mijn toekomst? Dus educatie vind ik wel een hele wezenlijke, zeg maar, als het gaat om afval naast heel veel andere thema's die we natuurlijk al hebben. Ja, u zegt inzamelfrequentie 1 keer per 8 weken. Ja, ik zou willen zeggen, we zitten nu voor de helft al op 1 keer per 8 weken. We willen van 1 keer 4 naar 1 keer 8. En ik weet ook nog heel goed dat we ooit van 1 keer per 2 weken naar 4 weken gingen. Dat gaf ook nog wel wat reuring. En het is geruisloos verloop. Zeg ik maar even, bijna geruisloos. Ik zal niet overdrijven. En ik zou die prikkel van duurzaamheid graag met u in willen houden. En als we nu zeggen van ja, we gaan daar de langere termijn voor nemen. Ja, dan halen we die motivatie weg. Dan halen we de prikkel weg. En we zijn op weg. Ja, ik zeg, en het kan, als je kijkt naar onze sorteeranalyses. Laten we het nou vooral snel gaan doen. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen voorstander van een overgangstermijn om dat te realiseren. Want dan denk ik dat er ook mensen zeggen, ja, sulfaat loopt het niet, dus nou ja, ik doe maar wat. Dat zou ik dus niet willen stimuleren. Ik heb uw vraag al beantwoord inderdaad over de positie van ondergrondse containers. U krijgt een kaart, u krijgt ook te zien waar we dan de ondergrondse extra gaan plaatsen in de gebieden tot 600 inwoners. Zo moet u dat zien, anders is het haast niet te doen. Maar dan hebben we wel een heel groot deel van die gemeente te pakken.
En goed scheiden levert dan ook in dat opzicht heel veel op. En nogmaals, als u slim daarmee omgaat, dan biedt u zoveel mogelijk aan die ondergrondse voorziening aan. Want daar betaalt u gewoon minder voor. Dat is misschien nieuw, het stond nog niet zo letterlijk in de tekst, maar het is wel zo. Ja, luiers, dat is natuurlijk altijd een heel specifiek thema. Dat begrijp ik heel erg goed. En dat is ook landelijk een heel discussiepunt. Er zijn al eens bedrijven geweest die zijn gestart met de luier recycling, maar die hebben het niet gered. Maar waar was het nou? Men kwam nooit tot een volledige recycling van het materiaal. Dat schijnt best wel heel erg ingewikkeld te zijn, technisch. Volgens mij is het nu zo, maar misschien kan Theo daar nog iets van zeggen, zo meteen, Theo Lemme. Is er nu een bedrijf in ontwikkeling, die heeft een procedé bedacht waarin het volledig bijna recyclebaar is. Dat bedrijf gaat ook starten met luierrecycling en inzameling. Zover zijn we nog niet, op dit moment. En we hebben ook wel gezegd tegen elkaar, als dat nou echt een heel groot punt is, dan moeten we kijken of we daar iets extra mee kunnen doen. Inzamelen, met extra containers of verzamelpunten. Laten we kijken of dat aan de orde is. Wat ik wel opvallend vind, dan kom ik terug bij de sorteeranalyse, is dat we zien dat luiers relatief gezien op dit moment in 2016 een beperkt deel uitmaakt van het restafval. Ik weet niet, als u kijkt naar de analyse, dan is het maar een beperkt deel. Hoe verklaart u die daling? Ja, dat kan ik niet verklaren. U wel? Nee, ik niet. Dus ik vraag het ook aan u. Ik wil wel eens onderzoeken hoe het kan. Want het is in andere jaren wel eens vaker. Herbruikbare katoenen luiers waarschijnlijk. Ja, misschien wel. Ja, meneer Jonkans, kijk. Misschien hebben mensen gezegd, ik gebruik weer de materialen zoals ze vroeger ook waren. Dat zou natuurlijk nog wel mooi zijn en bijdragen aan onze duurzaamheid. Onderwijs, educatie, volgens mij heb ik daar het nodige van gezegd. Dat blijft een permanent aandachtspunt. Want ik merk wel, als ik op scholen kom en ik doe af en toe mee met zo'n actie, dat jongeren zich heel goed bewust zijn van afval. Veel meer dan toen ik nog zo heel klein was, zeg ik wel eens. Want dan ging alles op straat, zeg maar. Niet dat ik dat deed, maar dat gebeurde wel eens. Maar nu zijn ze wel heel goed aan het nadenken, wacht even. En dan vraag ik eens aan die jongeren, van waarom doe je dat? Ja, omdat ik dat thuis ook meekrijg. Dus je ziet ook bij het bewustzijn bij ouders groeit. Meneer Boersma. Nou, ik wil even graag terug naar het onderwijs. U zegt net, u loopt nogal eens op een school en dat doe ik af en toe ook wel eens een keertje. En als ik dan kijk wat daar weg wordt gegooid aan plastic flesjes, zelf vul ik hem nog wel eens een keertje, maar dat is opdrinken en weggooien. En het zou naar mijn idee, of naar ons idee van de fractie, een ontzettende stimulans zijn als ook scholen het in kunnen zamelen. Nou, er is een school in Delingsvaart die heeft het geprobeerd, moeder. En dat moet toch, als ze wel hun afval via misschien een commercieel ander bedrijf wegzetten, dat moet toch te regelen zijn door ons. Nou, dat is gewoon de simpele vraag van... Ja, dat is terecht dat u dat zegt, want daar heeft u op gewezen om nog even specifiek naar de PMB afval te kijken, met name plastic, zeg maar, omdat juist scholen dat heel veel gebruiken. Nou, ik denk dat het goed is dat we dat nog eens mee terugnemen, ook in overleg met de collega's waarover. Maar ook misschien wel in overleg met andere inzamelaars, hè, omdat de scholen zelf bepalen met wie ze in zee gaan. Maar dat we dat eens meenemen in een soort van programma. Dus terecht dat u dit opmerkt. En dan had u, mevrouw Voort, nog een vraag gesteld over een mogelijke differentiatie van het vastrecht. Ja, dat is een, daar kan ik nu geen antwoord op geven, daar wil ik wel eens over nadenken. In de aanloop, zeg maar, straks ook naar de begroting. Maar eigenlijk zouden we ook moeten zeggen tegen elkaar, maar laten we nou ook eens kijken wat de opbrengst is straks van dit systeem. Want is het nou echt zo dat mensen minder vaak gaan aanbieden en hebben mensen gemiddeld meer kosten? Want de prikkel zit namelijk in DIFTA, niet het vastrecht. Want vastrecht betaalt u het systeem voor. Nee, maar als we straks minder systeemkosten hebben, vind ik het wel legitiem om met elkaar eens over de discussie te voeren. Want kostendekkend tarief, hebben we toch altijd gezegd tegen elkaar, volgens mij. Maar nu is het nog te vroeg om daar iets van te vinden. Nou, we hebben afgelopen jaar natuurlijk al een korting gegeven op dat vastrecht rondom afval. Dus ik denk dat het wel een goede discussie is die ik op een later moment zou willen voeren. Maar ik zou vooral de DIFTA-prikkel erin willen houden. Dat lijkt me essentieel. Ja, meneer Jonkhans, u zegt extra container. Ik zou dat juist willen ontmoedigen. Want dan zeg ik weer opnieuw van stap dan naar die ondergrondse voorziening om het aan te bieden. Want u bent ook nog spekkoper, want u betaalt gewoon regelrecht minder dan wanneer u een container aanbiedt voor 9 euro. Dus een extra container zouden wij niet willen aanmoedigen. Bovendien past dat dan ook niet zo in onze duurzaamheidsdoelstelling. Nou, dan denk ik even aan mijn betreurenswaardige collega van D66, die niet in een dorp woont boven de 600 mensen. Die moet dan toch wel een heel eind fietsen om dat te doen. Dus ik zou haar niet graag die container af willen nemen. Nou, ik denk dat die afstand nog wel meevalt, denk ik, meneer Jonkans. Hoeveel is dat dan? Weet ik niet.
Ja, dan zegt u toch wel erg maar. Maar misschien moet u het haar vragen. Misschien moet u het haar vragen. Weet wel waar hij komt dan. Nee, want wij, ja, we hebben nu een kaart waar de huidige OVS-systemen zitten. En er komt een kaart, maar niet de exacte locatie nog, maar wel de plaats van, zeg maar, waar we ze gaan plaatsen. Dus de exacte locatie weet ik nog niet. Maar ik zou juist vanuit duurzaamheid dat OVS-systeem willen aanmoedigen. En voor de mensen die nu reeds twee containers hebben, gaat u die dan actief innemen? Nee. Daar hebben we het volgens mij ook wel over gehad. En dat lijkt ons, dat lijkt ons niet haalbaar of mogelijk op dit moment. Dus dat zijn afspraken uit het verleden, zeg maar. Dat helpt tenminste bij het draagvlak, denk ik. Bij sommigen. GFT Staphorst. Nou, volgens mij heb ik al nadrukkelijk alles over Staphorst genoemd. Het gaat om de monitor. De vergelijking met Hardenberg heeft u gezegd. Want volgens mij vroeg u meneer Jonkerhans naar de vergelijking van Staphorst en Hardenberg. Maar volgens mij hebben we die compleet. Ik kijk even naar achteren. Maar als u het wilt weten, kunnen we dat na zenden. Dat kan. Ja? Oké. Meneer Gelling, u zegt ja, de ambitie onderschrijf ik. Nou, dat is heel mooi dat u die onderschrijft, onze richting onderschrijft. Kosten niet echt naar beneden. Nou, maar als u kijkt naar het plaatje wat bijgevoegd is bij het voorstel, dan ziet u wel dat de kosten dalen. De totale kosten van afvalinzameling ten opzichte van wat het nu is. Maar u koppelt daar ook aan, zeg maar, de opbrengst, de PMD. Misschien is het goed dat meneer Lemmens om meteen nog even kort daar een toelichting op kan geven. Nou, ik heb al iets gezegd over vastleg en DIFTA. Dat is een ander moment om dat met elkaar te bespreken. Wel een hele wezenlijke discussie. Want dan heb je het weer over systeemkosten enerzijds. En anderzijds, zeg maar, de gebruikerskosten, zeg ik maar. Dat willen we vooral stimuleren, dat laatste. En de systeemkosten komen in beeld op het moment dat we ook echt minder systeemkosten hebben. Maar dat is nu nog te vroeg. 1350 heb ik al iets van gezegd, enquête. Ik vind hem, procentueel gezien is die representatief, maar ik vind hem ook representatief omdat heel veel inwoners uit verschillende delen van de gemeente hebben meegedaan. Dus dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan het aantal, zeg ik maar eventjes. Ja, Rova, daar hebben we al vaker volgens mij een discussie over gevoerd met elkaar. U zegt ja, dat we wat gemakkelijk voorbij gaan aan de positie een rol voor Rova. Ik denk het niet. Misschien leest u dat zoals u dat leest op papier. Maar het is al jarenlang een traditionele, maar ook zeer gewaardeerde en effectieve organisatie. We zien ook steeds meer gemeenten die zich aansluiten bij Rova, juist vanwege kwaliteit, dienstverlening en prijs. En door massa te maken, volume te maken, zeg maar, kun je die prijs opdrukken met elkaar. Inmiddels heel veel aansluitingen, ook in Gelderse gemeenten die aangesloten zijn. Wat wij heel erg bewaken is kwaliteit van dienstverlening. Nou, gemiddelde 7,5, altijd uit de klanttevredenheidsonderzoeken. En natuurlijk zijn er klachten. Het is onlosmakelijk. Maar die worden ook altijd heel snel opgelost. Dus in dat opzicht kijk ik naar Rova ook als een NV, hè, een publieke NV. Waarin wij als gemeente zelf sturing kunnen geven. En ik heb wel eens de vergelijking gehad met een commerciële partij. Dan zeiden we, ja, die kunnen het goedkoper doen. Ja, dat zal. Maar dan kun je zelf een kwaliteit van dienstverlening bieden. En wat als die markt wat in elkaar stort? Dan hebben we dan nog de garantie dat ze er ook nog zijn. Nou, ervaringen in andere landen in Europa. Bijvoorbeeld Polen, weet ik, dat ze die markt een keer vrij hebben gegeven. Er kwamen commerciële jongens op de markt en die vochten elkaar de tent uit. Uiteindelijk werd het vuilnis niet meer opgehaald. En zei de overheid, we doen het toch zo liever maar zelf weer. Want dat is nog één keer het gegeven wat we hebben als het gaat om collectieve systeem. Ik moet nog één vraag stellen. Want deze discussie hebben we nou vaker gehad. We moeten voorkomen dat die eindeloos wordt. Maar toch hebben wij nooit inzichtelijk gekregen waarom nou het ledigen van een container bij de Rova zoveel duurder is. Dan we hebben u als een keer een voorzetje gepresenteerd 3 jaar geleden bij 3 commerciële aanbieders. Waar echt substantieel veel goedkoper was. En dan heeft u het over de kwaliteit van dienstverlening. Ja, nou, ook daar ben ik wel benieuwd naar. En dan komt er met een voorbeeld uit Polen. Ik weet niet of dat nou in de benchmark het beste voorbeeld is. Hè? Want Van Werven zit hier gewoon in Overijssel. Dat hoeft niet zo heel ver weg. Dus ik vind het een beetje flauw om deze appels met peren te vergelijken. Ik zou het wel schoon prettig vinden. Dus los van dat wij geen hetsen willen voeren tegen de Rova. Maar ben ik wel heel benieuwd, en dat is objectief, hoe die kostenopbouw nou precies is. Dus waarom is het zoveel duurder? Wat is dan in de dienstverlening zoveel beter dan bij de commerciële aanbieders die je ook veel rond ziet rijden, ook hier door de gemeente? En ik begrijp best dat je zegt, ja, lastig om die keuze te maken vanwege de constructie waar we in zitten. Maar dan nog zou ik ook als aandeelhouder van de Rova wel willen weten,
waarom die kosten zo verhogen zijn uiteindelijk. Ik zou graag eerst de wethouder antwoord willen laten geven en ook tot enige spoed willen manen, want eigenlijk hadden we 20 minuten geleden al met de raad zullen beginnen. Ik wil dit wel goed afronden, maar en daarna wil ik meneer Jonkhans, als het tenminste een aanvullende vraag is. Het is een vraag op de vraag van meneer Gelling, want hij stelt namelijk iets waar hij uitgaat dat het goedkoper is, maar hij vertelt er verder niks bij wat de kwaliteit van dienstverlening is en de scheidingspercentages. Want daar heeft hij op dat moment even geen behoefte aan. En dat wordt wel bij de vraag natuurlijk. Als dat vergelijkbaar is, dan is het een interessante vraag. Ik vind het interessant dat mijn behoefte kan invullen hier, maar daar wil ik dan graag een antwoord geven. Wij hebben 3 jaar geleden al eens een keer een overzicht gepresenteerd met 3 aanbieders en daarbij kostprijs. Overigens, mijn buurvrouw op internet al een overzichtje gepresenteerd, durf ik niet heel even voor te zoeken. En mijn vraag was, wat is dan dat verschil in dienstverlening? Het gaat over heel plat in mijn iemand die langs rijdt om een container te legen. Ik zie dit nooit gebeuren, ik heb daar niet hele grote gedachten bij. Het is een objectieve vraag en geen behoefte. Ik zou gewoon graag willen weten, ook als indirect de vraag aan de wethouder als aandeelhouder van de ROVA, zou mij het intrigeren waarom dat is. Het heeft niks met behoefte of aanname. Uw vraag is helder. Ja, nou, misschien kan er zo meteen de ambtelijke adviseur met Lemmen daar nog iets over zeggen. En anders is het goed, denk ik, dat we dat nog eens een keer met elkaar delen in de tussentijd naar besluitvorming toe. En Polen, even voor alle helderheid, ik heb Polen genoemd, niet zozeer om te vergelijken met Nederlandse dienstverleners, maar juist om die vrije markt, die daar al wel is gecreëerd destijds, zeg maar, om te laten zien wat de effecten kan zijn van een vrije marktwerking als het gaat om dit juist een publieke functie, maar afvalinzameling. Daar wil ik u alleen maar het signaal bij leggen. Dan ga ik door. Meneer Kloekhorst, u zegt, kan het op buitengebied op basis van vrijwilligheid? Nee, dat willen we niet. Het is een collectief systeem. Het geldt voor iedereen. En we hebben ook nadrukkelijk, kwam het ook voort uit de enquête van mensen die hebben gezegd, we willen voor iedereen dezelfde voorziening. Het enige wat wij niet kunnen doen, is een OVS realiseren zeg maar, bij een hoogbouw, waar meneer Gelling aan evalueerde volgens mij. Want het heeft ook te maken met hygiëne en dergelijke. Dus we hebben wel gezegd om te zien of we daar iets kunnen met een container. Voorzitter, ik vroeg niet of u dit wilt. Ik vroeg of het kan. Ja, alles kan, maar we willen het niet. U heeft een mooie opmerking gemaakt over deze mooie container. Ja, de kleur, kijk, ik weet dat in de afvalwereld, zeg maar, is oranje is plastic en blauw is papier. Dus als het blauw wordt, dan gaan we papier in samen, maar dat wilt u volgens mij niet, toch? Ik vind oranje een prachtige kleur, maar ik vind hem wat uitbundig om er elke dag tegenaan te kijken. Nou ja, we willen best eens, als u dat allemaal vindt, kijken of we een andere kleur kunnen geven. Ik ken nog wel een kleur, maar goed, dat is anders. Mevrouw Hansen, maatwerk, continentiemateriaal, ik heb volgens mij het al iets van gezegd. Monitor, ja, heel belangrijk is natuurlijk, maar u krijgt ook elk jaar de monitor te zien van onze afvalinzameling, om te zien wat er dan precies gebeurt met afvalstromen. En ja, 6 weken heb ik al gezegd, daar ben ik absoluut geen voorstander van. Laten we nu gewoon deze stap maken. We zitten er al dichtbij. Het biedt heel veel kansen. We kunnen milieuopbrengst halen uit GFT buitengebied. Daardoor besparen de mensen in het buitengebied ook weer kosten. Want dan hebben ze minder GFT in de restafval. U biedt minder vaart container aan. Kortom, allemaal blij. Mevrouw de voorzitter, monitor ja, maar ik vroeg ook specifiek naar toename van... Of een monitor met betrekking tot toename van aantal klachten en dat soort zaken. Dus niet de algemene monitor, maar even wat scherper. Ja, ik denk dat het goed is juist bij verandering van het systeem om te monitoren of dan de klachten inderdaad toenemen. Dat zegt iets over de kwaliteit van dienstverlening. Heel helder, dank u wel. Ten slotte, mevrouw Van der Hoek. Het is een wezenlijke vraag die u stelt, want volgens mij hebben we hier ook wel zo in de raad over gesproken. Het tarief, hè, vast recht, waar bestaat dat nou precies uit? Is dat alleen maar de inzameling van ROVA of heeft dat met meerdere kosten te maken? Dat heeft met meerdere kosten te maken. Het heeft ook te maken bijvoorbeeld met de riolen en de straatreiniging, zeg maar. Dus er zijn meer kosten aan verbonden die we hebben verwerkt in het vastrecht. En ik denk dat het goed is dat we u even inzichtelijk maken als raad waar het vastrecht kosten uit bestaan. Dan hebben we ook die discussie niet meer, denk ik. Hoop ik. Maatwerk mogelijk, niet in 100% voor alle gevallen. Maar daar waar mensen gemiddeld meer afval hebben, gaan we kijken of we een oplossing kunnen vinden. En het lukt in deze gemeente, waar mensen naar elkaar omzien, volgens mij altijd best goed om dat met elkaar te regelen. Want ook nu, als mensen nu
iets hebben met een container die ze niet kunnen trekken. Hè, in verband met beperkingen wordt er ook iets geregeld. Dus volgens mij zit het al in ons systeem. Mag ik dan nog even uitstellen? Korte vraag is. Ja, korte vraag. Maar even genoeg. Want ik hoor u zeggen een aantal keer dat het mogelijk is. Hè, het voorstel dat u heeft, wat ook gebeurt, laten de cijfers zien die u gepresenteerd heeft. Hè, dat daarmee ook een overgangsfase niet direct noodzakelijk is. Dat presenteert u eigenlijk. U zegt, nou, de meeste mensen doen het allemaal. We blijven terugkomen op die uitzonderingsgevallen. Daar heeft eigenlijk elke fractie het over. En ik hoor u al een paar keer zeggen, daar gaan we een goede regeling voor maken voor zij die niet kunnen. Maar zou het niet een onderdeel van dit plan moeten zijn om die regeling alvast te presenteren? Want die is natuurlijk wel vrij cruciaal voor het al dan niet voldoen volgens mij aan heel veel opmerkingen, vragen en gedachten die ik vanavond hier hoor. Mevrouw de voorzitter, misschien kunnen we in algemene termen dan eens op papier zetten hoe wij dat zien. Ja, want ik kan niet voor elke situatie een maatwerkformule bedenken. Maar meer in algemene termen wat we voor kwetsbare groepen doen die daarmee te maken hebben. Ja, dat zou mooi zijn, voorzitter, als ik nog mag. Maar ik zou er ook graag toch een kleine rekenexercitie bij zien. Want u hebt de cijfers tamelijk inzichtelijk. Dat u gewoon eens uitwerkt hoe het nou precies zit met zij die baby's hebben. Alle keuzes die voorbij zijn gekomen. Want u zegt het is 1,20 per keer, maar dat is per zak. Hè, vergelijking met 9 euro voor een container. Dus volgens mij is het niet zo ingewikkeld om aan de discussie een eind te maken. Door te zeggen, nou, dit is wat je nu betaalt, hè, bij gemiddeld gebruik. We gaan naar uw plannen toe, maar we willen er een prikkel in hebben. Nou, dat zou ik graag willen zien hoe het vastlegt is opgebouwd. Maar tevens, als je dan veel gebruik maakt en de gemiddelde hebt u allemaal inzichtelijk. Ja, wat kost het dan als je voor 1,20 per keer in de ondergrondse container deponeert? De vraag is helder, mevrouw de voorzitter. Dus ik neem die mee in de uitwerking voor de besluitvorming straks verderop in de tijd. Ten slotte, mevrouw Van der Hoek, overgangsfase. Ja, daar ben ik dus niet voor. Voor mij moeten we nu deze stap goed gaan regelen. Ook niet gratis gaan doen, hè, want de vervuiler en de gebruiker betaalt. Laat het helder zijn. Mensen kunnen besparen op goede afvalscheiding, zeg ik wel. En volgens mij is het een kleine stap nu die we met elkaar moeten gaan maken. Laten we de koudwatervrees achterwege laten. Laten we vooral voor met elkaar gaan doen. Wij zullen monitoren hoe het gaat. En we gaan ook heel goed evalueren hoe het gaat. Ik ben gesterkt door ervaringen hier in de regio, waar men ook voor dezelfde vraag stond als u hier vanavond. Maar waarbij men achteraf zei, goed dat we dat hebben gedaan. En dat is misschien nog wel een slag verder mogelijk. Mevrouw Van der Hoek. Voorzitter, ik snap wat de wethouder zegt. Als het aan ons had gelegen, was het allang al geregeld geweest. En zeker dat je zegt, nou, dan moet je ook doorpakken. Maar we hebben het hier ook heel vaak over draagvlak. En er zijn allerlei verschillende belangen die leven en wensen. Soms is het, en dat is dan onze mening, handig om in die tussenfase een gewenningsperiode van een beperkte duur in te lassen. En mijn vraag is slechts of u kunt kijken naar die mogelijkheid om het hanteerbaar te krijgen. Wij hebben het liefst dat u de meest extreme vorm inzet, maar we zijn ook verplicht, denk ik, om op een bepaalde manier tegemoet te komen in een beperkte periode, waar we wel aan tegemoet kunnen. En volgens mij is dat een optie die u mee zou kunnen nemen. Mevrouw Van der Hoek, ik wil niet heel flauw doen, maar die vraag is door de wethouder behandeld. Alleen toen had u het druk een deur verder op. Dus ik zou het vervelend vinden als de wethouder nu in herhaling moet vallen. Voorzitter, dan kijk ik het graag terug. Heel goed. Dank u wel. Meneer Boersma. Ik heb geen vraag meer aan de wethouder, maar wel aan de collega's van het CDA. En waar ik het hele avond al een beetje benieuwd ben, en dat bedoel ik echt serieus. Ik heb verbaal en non-verbaal gezien dat u erg tegen bent tegen het GFT-bak in het buitengebied. Dat mag. Maar ik heb niet zo helder waarom niet. Is het de 18,5 euro of zijn er andere redenen? Zou u dat nog kort kunnen verwoorden waarom u daar zo tegen bent? Nou, in de informatie die we dus 23 mei kregen, werd aangegeven dat het GFT in het restenval in het buitengebied en de kernen gelijk was. Nou, dan denk je van, waar doe je het voor om het GFT in het buitengebied ook op te gaan halen? Via een hele ingewikkelde constructie. Dat was voor mij de grootste aanleiding. Nou, er wordt niet meegenomen dat zelfcomposteren ook een vorm van duurzaamheid is. Er wordt hier gezegd, vermeend composteren. Die opmerking heb ik hier gehoord. Nou, er zullen vast een aantal mensen zijn in het buitengebied die echt netjes composteren. En ook op een goede manier dat doen. Maar dat was voor mij in ieder geval de grootste aanleiding, dat zegt van het verschil tussen het buitengebied en de kern. Dat zou er niet zijn. Ik hoor hier vanavond andere informatie, dat maakt het wel wat anders voor mij. Dat is mijn vraag ook. Als de wethouder, ik weet niet of hij dat kan hoor, als de wethouder met getallen komt dat de scheiding anders is, hè, het scheidingspercentage, gaat u er dan anders over denken?
Maar dan moeten we ook die andere argumenten die zijn genoemd, die moeten we wel eerst duidelijk in beeld krijgen. We hebben nog een paar weken gelukkig. Nou, dat precies. Ja. Oké. Okay. Dank u wel. Een korte nadere toelichting. Ja, er waren nog een paar vragen die naar mij doorgeschoven zijn. Een daarvan is servicevraging en kostenontwikkeling. En die koppel ik dan maar gelijk even aan, ben ik hem even aan het zoeken, de vastrechtformule. De serviceverlaging, zoals die ervaren wordt, althans nu gevoeld wordt, die wordt door ons toch wel anders ingeschat. Vooral ook omdat er een overloopmogelijkheid wordt gecreëerd waarin je je afval ten alle tijden kwijt kunt. En die service die blijft intact en dat is een volledig ander voorstel dan het omgekeerd inzamelen zoals het een aantal jaar geleden ter sprake kwam. En daar hebben we juist met dit voorstel geprobeerd een oplossing te vinden. En dat biedt dan ook gelijk die overgangssituatie. De prikkel, zoals de wethouder die net ook al zei, is hard nodig. En Staphorst laat zien dat die prikkel tot de gewenste resultaten leidt. En niet alleen in Staphorst overigens. Ik heb de afgelopen dagen de monitoren van verschillende gemeentes bekeken. En overal waar die prikkel door een stevige verlaging van de inzamelfrequentie in te voeren, heeft dat geleid tot een aanzienlijke daling van het restafval en een veel betere scheiding van alle andere fracties die in het afval zitten. Dat is van groot belang. Ik zou ook iets willen zeggen over de luierrecycling. Luierrecycling in Nederland bestaat niet op dit moment. Er wordt wel separaat luiers ingezameld, maar die verdwijnen net zo goed in de rest over als het restafval. Dat lijkt een farce, maar dat loopt wel alvast vooruit op de toekomstige luierrecycling. Eind van dit jaar zal er een luierfabriek, een luierrecyclingfabriek, operationeel zijn in Nijmegen. Dat gebouwd door de ARN in samenwerking met het waterschap ter plaatse. Die is overigens maar geschikt voor 9000 ton per jaar. En dat is ruim onvoldoende, alleen al voor de regio waar de afvalcentrale staat. We zijn heel benieuwd naar de resultaten daarvan. Maar wij vermoeden dat dat nog wel enige tijd gaat duren voordat we daar iets mee kunnen, ook in deze regio. Dus luierrecycling heeft de aandacht, maar is toch wel een issue. En dat geeft dan ook gelijk even de link naar bedrijfsmatig afval. Kunststof van scholen, dat is werkelijk bedrijfsmatig afval. Daar kan de gemeente en daar mag de gemeente eigenlijk ook helemaal niets aan doen. En ook Rova niet. Rova heeft haar bedrijfstak enkele jaren geleden verkocht. Doet dus niets meer aan bedrijfsmatig inzamelen. En dat zult u met uw lokale inzamelaar moeten, maar ook kunnen regelen. Ze hebben daarvoor de systemen. Het enige nadeel daarvan is dat de vergoedingen die Netvang betaalt voor de gemeentelijke, de huishoudelijke PMD-stromen, die worden niet betaald aan bedrijven. En daar zit wel de crux, want die kosten, die opbrengst heb je eigenlijk nodig om die hele infrastructuur in stand te houden. Als ik even een vraag over mag stellen, voorzitter. Als een school ervoor kiest om het gewoon in die plastic zakken te doen en het bij de buurman op de stoep zet, dan mag het wel. En er zit voor mij iets in, jongens, zijn we nou met onze regeltjes niet een beetje aan het doorstaan, maar er komt een massa afval naar die scholen. Ik begrijp dat, maar het is wettelijk niet toegestaan, maar als het gebeurt, dan noemen we dat burgerlijke ongehoorzaamheid. En dat is net zo burgerlijk ongehoorzaam als landbouwplastic in de PMD-stam? Hetzelfde verhaal, ja. Maar dat gebeurt ook? Het gebeurt, uiteraard. Het is ook niet erg dat het gebeurt in die zin. Alleen die vergoedingensfeer, die voorziet daar feitelijk niet in. En dat kunt u de gemeente op aankijken, maar die heeft daar niets over te zeggen. Het is de verpakkingsindustrie die daar haar oordeel over heeft geveld. En dan moeten we echt naar de frisdrankindustrie, vooral naar de frisdrankindustrie kijken, die dit bekokstoofd heeft, zeg maar. En daar gaan wij hier in Hardenberg, maar zelfs in andere gemeenten, niet veel aan kunnen doen. Dat is helaas zoals het is. Even kijken, ik had, meen ik, nog één dingetje staan hier. De kosten. Kosten van de ondergrondse containers, dat was even een vraag. Het grote verschil met dit voorstel in verhouding tot het voorstel wat 2-3 jaar geleden op tafel lag, is dat er veel minder geïnvesteerd wordt in ondergrondse containers. En daar wordt alleen maar geïnvesteerd in PMD-containers en in een paar, en dan meen ik 7, restafvalcontainers in kernen, daar waar er nu nog geen voorzieningen zijn. En die kosten die vallen werkelijk procenten lager uit dan ooit begroot. Dat betekent ook dat de uiteindelijke kosten veel lager zullen zijn.
De verwachting is, maar dat heeft u al gezien, dat dat pak een beetje 2 euro per inwoner zal zijn op dit moment. Maar dat is allemaal gebaseerd op aannames die we gaan zien. Waarbij ik aangetekend wil hebben dat de kostenstijging er vooral in zit, gek genoeg, in het inzamelen van GFT-afval. GFT-afval is namelijk best duur in de verwerking. Het is gratis om het aan te bieden, maar de verwerkingskosten zijn wel hoog. En die stijging van GFT, die levert wel extra kosten op. Maar, en dat is de belangrijkste, bovenste plankredenatie die wij hanteren, het gaat wel om de duurzaamheid. We willen uiteindelijk naar die onder de 50 kilo per inwoner. En dat ga je alleen maar bereiken als je die impulsen gaat geven. En als je dus je GFT gaat scheiden, verder gaat met papierscheiding en dus beter met je PMD omgaat. Nou, dat is een beetje de discussie die we daar hebben. De kosten dus in totaal, de belangrijkste verhoging in de kosten zit hem in het inzamelen van GFT-afval. En de belangrijkste verlaging zit hem erin dat PMD-afval wordt ingezameld. En dat zal veel efficiënter kunnen gebeuren. Even kijken, daar heb ik nog eentje mee. Ja, het ging over de plastic zakken. Die vraag die was nog heel even of de plastic zakken bleven. Die was van meneer Kloekhorst. Nee, de plastic zakken, de PMD-zakken, die zullen verdwijnen. De belangrijkste reden daarvoor is dat de kosten en de distributiekosten daarvan enorm hoog zijn. En dan praat je over meer dan 1 ton per jaar. Als je dat wegneemt, en dat kan voor iedereen die een container heeft, dan levert dat een besparing op. Dank u wel. Hartelijk dank, duidelijk verhaal. Ik zou willen voorstellen, ook gezien de tijd, om niet over te gaan tot een tweede termijn. Ook gezien het feit dat dit onderwerp op 5 september nog uitgebreid terugkomt in de Raad. En er een aantal toezeggingen ligt tot het verstrekken van extra informatie, waar we toch ook nog kennis van moeten nemen. Als u daarmee kunt leven, dan zou ik hierbij de bespreking voor dit agendapunt willen afsluiten. Ik zie geen protesten. De vraag is of het dan niet eerst weer in een oriënterende ronde zou moeten. Ja, dat is aan u. Er komt toch behoorlijk wat nieuwe informatie. Ja. Ja, ik denk voorzitter dat het al prettig is. Met zoveel toezeggingen en nieuwe informatie zou nog een keer. Het heeft nu al zo lang geduurd dat die ene tussenstap ons ook niet gaat nekken. Wordt dat gevoel een gedeeld? Als ik mag. Wij hebben ook gehad, we willen het graag op 1 januari invoeren, want er zit wel druk onder en we willen onze doelstellingen behalen. En uit betrouwbare bronnen heb ik begrepen dat het allemaal heel erg krap wordt. Goed, misschien kan de wethouder daar nog iets over zeggen. Ja, misschien kan de portefeuillehouder daar iets over zeggen. Dank u, mevrouw de voorzitter. Het klopt wat de heer Boersma zegt, want de invoeringstermijn wordt heel krap. Omdat we het nodig moeten gaan regelen binnen het systeem, zeg ik dan maar, rekening houden met het aantal huishoudens. Ik begrijp ook uw gevoel van u zegt van ja, komt nieuwe informatie, dus dan willen we nog eens goed naar kijken. Maar we hebben ook wel behoefte om de zaken goed in te voeren. Dus als u zegt van ja, ik wil toch per se een oriënterende ronde, maar dan wel heel snel erachteraan besluitvorming zou ik willen zeggen. Want we hebben echt met een invoeringstermijn van tenminste 4 maanden ongeveer bijna te maken. Dus ik ben wel, daar zit wel druk op, laat ik dat maar zo stellen. Ook om de communicatie met de samenleving goed te regelen. Ja, en ik. Ja, ik begrijp dat. Ik vind alleen druk na zo'n lange voorbereidingstijd niet het grootste item om nu daardoor besluitvorming te vervroegen. En wellicht, want we hebben volgens mij een paar maanden geleden nog zo'n informatieavond gehad die heel prettig was en die in wat kleine comité plaatsvond. Dat zou nog een tussenoplossing zijn dat u dat voordat de Raad weer begint na reces nog een keer doet. Maar ik vind om nu voor alle burgers die dit aangaat, en het is voor iedereen gaat dit gelden, vind ik wel dat we ook de laatste fase van zorgvuldigheid hier wel in acht moeten nemen. Nou dan, als ik die voorzet even mag geven, lijkt het mij verstandig om op 5 september het in de O-ronde nog een keer te laten terugkomen. En 2 weken daarna in de raadsvergadering. Als dat uw goedkeuring kan wegdragen, dan wou ik het zo laten vastleggen. Ja? Oké. Dat is mooi, dan zijn we nu bij de rondvraag. Heeft er iemand iets voor de rondvraag? Mevrouw Hansen? Dank u wel, voorzitter. Gisteren kregen wij het bericht dat de fusie tussen jeugdbescherming Overijssel en jeugdbescherming Gelderland is afgeketst. Wij hebben daarover 2 vragen. Is de wethouder hierover geïnformeerd? En heeft zij inzicht in de eventuele consequenties voor de Hardenbergse kinderen die vallen onder de jeugdbescherming?
Terwijl de voorzitter denkt dat het goed is dat wij daarop even schriftelijk gaan reageren. Ook omdat de portefeuillehouder er nu niet is. We gaan ermee aan de slag. U krijgt zo spoedig mogelijk daarover een schriftelijke reactie. Hartelijk dank. Dan sluit ik hier bij de vergadering. Ik denk dat wij over 5 minuten pas verder kunnen. Dus om 9:45 begint de raadsvergadering.